Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Goedemorgen! Zijn we weer? Swipley heb. Het was aan de paal. Swipley heb een baby gehad van de week. Zo heb ik een soort van een feestje. Valt eigenlijk wel mee. Maar. We moeten dit ingooien. Swipley is daar nog. Ik heb het. Gewoon wat kleiner. Een klein dingetje in de tuin neergezet daar zo voor hem. We gaan dit straks inzaaien met gras, denk ik. Dan hebben we wat extra cash voor de balen. Met de balen. En hier kunnen we niks. En dan gaan we daarna even kijken wat we gaan doen. Het is een half uurtje eerder begonnen. Dan hebben we iets meer tijd. Laten we eens even zien. Nou, is Smipley denk ik nog niet live. Oh ja, hij loopt nou. Druk met de setup, hij is wel laat. Ik heb de watertriller verkocht. Knaken ding, past niet zoveel in. Alleen mijn knikarm, is lastig met parkeren en zo. Dus. Ja, dat is wachten op hem. Ik zal de muziek vast aanslingen. Ik weet hoe dat moet. Mijn streamdeck staat heel akelig achter de... Ik heb een handrem gehaald voor met rally. Maar dan staat hij heel akelig in de weg. Dat is een beetje vervelend. Ik gooi de muziek vast aan. Die doet in ieder geval. Daar is de muziek. Ik wou dat zeggen. Beetje vreemde muziek, maar... Die gooi ik pas open. Begint het te proosten. Ik ga gewoon vast naar hem toe. We zien wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb wat voor je in de tuin gezet. Want? Want? Smipley is voor de derde keer papa. Oh, je wou voor het eerst zeggen? Ja, bijna wel. Ja. En ik kon helaas geen OIFA downloaden. Ik heb mijn best gedaan. Dat is beter dan niks. Oh, ik ben hem vergeten aan te zetten, maar ik heb een roze trekker in de tuin gezet. Oh. Ik ben even vergeten de lampjes aan te zetten. Nee. Kijk, kijk, toch. Dus ja. Echt waar. Dus, ja, een meisje. Ja. Klopt. Dat kan al zo vermoeden. Geinig. Nee. Dus iets, weet je wel. Ja. Het is een klein dingetje, het is simpel, maar... Yes. Oh, leuk. Ik kon ook geen slingertjes en zo vinden, helaas. Ik heb zitten zoeken en zoeken. Ja. Dus ja. En als een baby shower gift heb ik dit gehaald. Auw. Die gaan we wel gebruiken. Die roze is niet eens van ons. Als je op de map kijkt, is die van de andere farm. Cool. Ja.
Struik ik bijna over een kip. Nee, ik heb dit als een soort van baby shower giftje. Kijk. Tadaa. Deze water... Oh, ja, roze camo. En deze is groter dan onze andere watertrailer. Die we hadden, die heb ik al verkocht. En ze hoeven niet heel, heel vaak... Deze kan 3600 liter in. Dus dat is 3,5 keer rijden met die andere. Dus. Ja, inderdaad. Maar ja, en dan, is wel geen en dit platte, ja, toch. En dit platte trailertje is dan voor de, bijvoorbeeld de pelletjes van de, hoe noem je dat, de honing of zo, weet je wel. En de eitjes. Ja. Dan hoeven we niet de hele grote trailer elke te pakken. Dan hoeven we niet met de trekker te gaan. Nou, dat kan dus. Er vol op. Ja, toch. Dus. Ah, leuk. Let niet op de kentekens. Ja. Als je die kunt zien überhaupt. Ik kan geen kentekens zien. Ja, helemaal onderin zitten ze. Sophia. I. Ja, Sophia, I. 1 en 2. Ah, voorstellen dan. Zo, ja. Ja. Dus, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Wil delen? Wil delen? Ja, precies. Ik wil ook. Leuk speelgoed. Ik ga kijken. Dus ja. Ja. Ik zal van de week ook even baby maken, oké? Okay? Dan kan ik er ook eentje. Ja. Oh, dan krijg je een blauwe. Misschien. Dat is echt goed. Ja, toch. Dan dacht ik wel dat je dat wel kon appreciëren. Mag ik water ophalen? Ja, je mag van mij gelijk gaan water halen. Ga je gang. Yes. Oeh, hier voor meteen in. Dus hij, is wel, hij lijkt wel kleiner, maar het past wel 3600 liter in. Maar I don't ask questions. Ik heb gekocht, ik vind het goed. Ja, hij is volgens mij kleiner dan wat we hadden. Ja, volgens mij ook echt niet. Volgens mij is deze breder. Ja, en hij, sowieso is hij is heel laag, deze trailer. Maar... Ja. Dus ja. Maar kijk maar, dus veel plezier ermee. Dan begin ik vast met... ja toch! Het is wel leuk dat er ook zo'n pakje nog achter heeft voor kleine dingetjes. Nou, ook een kippelletje. Nou, veel plezier. Ik begin ook vast dan. Ja, is goed. Muziekje aan. En, ik moest even kijken, want ik moet, volgens mij moest ik... oh, de muziek heb ik net aan. Even de muziek erachter zetten, zo. Is niks gebeurd, hoor. Ah, hij legt wel op de koper. Ik kan de laptop niet zien. Goedemorgen, Adrillon. Scrum, ja, hij is gevoelig met stuur. Dat klopt. Ja, dat is net een beetje... Even kijken, wat moeten we hier doen? Ah, kalk. Hey, Adrillon. Oh, hij lag in de sloot. Ja, ik had al zo'n vermoeden, want ik heb stiekem de laptop daar staan, dus ik kan hem meekijken. Hé, waar vul ik hem bij? Met water. Ja, klopt. Heb je al getest? Nee. Ik heb gekocht. Ik dacht last questions. Ah. Moet ik nog dieper in het water rijden? Nee, misschien wel. Probeer dat even. Appa. Oh ja, die beacon die knippert, dat wat ik hem vergeten. Liquid deposit. Doet hij het? Zo, nu zit ik in het water. Nee. Maar. Nu zit ik helemaal in het water. Ah, oké, misschien nee, dat... hier lossen. Wat moet ik lossen dan? Grappig, als plaatje linksbovenin lijkt het op een pick-up. Dat er niks om te laden? Nee. Stom. Hoe registreert hij nou in één keer dit soort dingen niet meer? Weet ik niet, anders kom ik er even aan zo en dan ga ik even kijken. Aanhangers. Ja, er moet gewoon water in kunnen. Nee. Heb je? Nee. Dan kom ik er even aan. Oh, vooruit. Oh. Wacht, spanbandjes? Oh, spanbandjes achterin. Ja. Ja, dat ding is luxe. Een mooie roze trekker. Een roze kamel. Ja, ik vond dat wel geinig. Ik wou hem eerst helemaal roze doen, maar toen zag ik in één keer die roze... Kimo! Ja, ik loop, ik rijd naar de andere kant heen daarvoor, dus dan. Los hem, Kie! Blijf zo lang, nee. Hoi! Load. Vaste plek. Sneller dan rennen.
Wel jammer vind ik dat er geen beacon op zit op dat dingetje. Nee, dat is leuk. Dat is het enigste wat ik een beetje jammer vond. Maar dit was gewoon een complete, dus dit, ik weet niet hoe de mod heet zo gauw, maar dit was de complete set. Ja, dat is wel mooi gemaakt. Ja, hij doet het gewoon niet inderdaad. Of moet dit specifieke ding bijgevuld worden? Normaal niet, toch? Ik heb geen bonnetje bewaard, André, dat is een beetje jammer. Maar dan verkopen we hem gewoon weer. Maar over de... Ja, de tank. Ja, dan moeten we de watertank maar weer verkopen. Het is niet anders. Ja, dan kan ik nog steeds voorbereiden. Nee, dit, op een of andere manier werkt deze niet. Maar we zijn toch water nodig, dus ik doe hem gauw met de mod vullen. Ja. Build unit, tarwe. Nee, water. Fuck. Ik pak jouw trekker. Nee. Nee? Ik ga weer voor je vullen, dan ben ik, kun je verder. Oh. Water. Fill unit 1, 2, 1. Diesel. Ik ga zwemmen. Ik kan de trailer ook helemaal niet vullen. Ik kan alleen maar het bakje vullen met hooi, sneeuw, strooisout. Nee, dan is het... hij ziet het niet als een watertank. Ja, vreemd. Waar ziet hij dan? Nee, want er staat wel 0%. Nee, maar als je in de bij de WP kijkt, bij de shop, zeg maar. Heb je dat schuurtje staan met onze voertuigen. Ja. Linksboven in aanhangers. En dus de derde is dat, de Ans 1900. Ons schuurtje. Aanhangers. Ja, zie je hier wel. Oh. Maar er staat water, alles staat ertussen. Ja, klopt. Dat is vreemd. En dan werkt die trigger. Liter. Die trigger, ja nee, maar je kunt hem al niet bijvullen met de mod, dus hij heeft, dit is al een trigger. Ja, vind je? Vreemd. Ja, maar helaas. Ik denk dat dit nog simpel ingeladen plaatje. Hier, Sofia. Ja, ook daar staat het op. Ja, helaas. Ja, best wel heel erg. Ja, maar dan moet ik even weer een andere trailer kopen, want we hebben nog geen watertrailer meer. Ja, waarom is die uit dan? Saaf. Hè? Display. Hoe heet dat? Bij de sales. Sales? Heb je weer die... heb je nou die... postbouw... Oh, ja. Gaat goed, Smibbly? Ik was aan het gaan. Oké, dan zeg ik... Ik kun geen twee dingen tegelijk. Ik ga het laatste stukje van... het zit wel even met de watertrailer. Dan verkoop ik die gewoon. Verkopen. Niet, hij verdwijnt in één keer straks, weet je dat. De trailer is verkocht in ieder geval. Ik zit naar watertank te kijken. Deze kost 4500. Pas 5000 liter in. Diverse, wat is dit dan? Nachtzicht. Multiproduct, slurry. Koplamp, zaklamp, kun je nog kopen, het diverse. Ja, dat is een mod, hebben we ooit geïnstalleerd. Gooi ik hier ook nappenbandjes onder. Lighting, work light. Enders. Voor 20.000 kunnen wij, het staat in Engels. Dan kunnen we van stone can be processed to lime. Dat is mod. Ik heb een totale prijs, what the fuck, ik heb 19.000 aan opties. Wat zijn de opties? Huh? Basisprijs 4500, opties 15.000. Wat heb ik gedaan? Nog handig. Oh, als je de multitank haalt, dan is die 15.000 extra. Zo. Multiproduct tank. Multiproduct tank, 15.000. Oh, die is 25.000 liter. Oké, nou snap ik hem. Oké.
Die daar naartoe. Nokians. Oh. Geen Venderus. 4700 kost die. Dus kopen. Ja, we hebben nou weer een watertrailer. Ik weet alleen niet goed of die achter dat dingetje past. Oh, dat is met trekhaak. Ja, moet even kijken of dat wil. Ja, is goed. Kun je niet gewoon water geven? Wat pad stuur. Kun je niet gewoon met dat dingetje blijven rijden? Oh, hij is snel! Ja, daarom ook. Wat is de topsnelheid? 97. Oh, kijk, dat is het beste. En bij elke snelle auto. Je hebt er een paar keer of dat je snelle auto wil hebben, ja? Oh, dit is ook geen kalk, dit is mest. Oh, die ja. Ga lekker. Je moet kapot bakkie. Het scheelt wel dat deze straks nodig zijn, dus laten we even staan hier. Ja, dat klopt. Het is zo stom, want het ziet er ook gewoon wit uit, weet je wel. Dus het is net dat het kalk is. Daarin staat hij nog steeds dezelfde lantaarnpaal te fixen. Ja, Daan staat nog steeds, ja. Daan, je staat er nog steeds! Oh. Pakbeest. Oh. Ah. Het was groot. Ja, ik ben bij de trailer nou. Om op te halen. En hij leek heel groot. Maar het valt mee? Oh, dat valt nog mee. Ja, de diepte is niet zo groot. Hij is wel dik. Maar alleen bang voor, ik ben alleen bang voor de schuimte, zeg maar. Te schuin staat als je verbindt. Ja. Ja, oh, valt mee of niet? Stream delay, maar ik kan nou wel een beetje zien. Nou, maar... Oh, André Lon is een diehard fan van ons. Ze kijken allebei de streams. Dankjewel. Ze, die van mij staat op de PC en je staat bij haar op de telefoon. Ze is gewoon dual screen. Weet je wat raar is, Mipley? Ik weet niet of je dat wist. Maar als je gaat suppen op iemand, dan is het met een computer gekoppeld dan op de telefoon. Nee, serieus. Tenminste, hè? Ik heb het zonder echt naar gekeken. Ja, ik heb één keer met dinges gedaan. Toxic Hamster heb ik, Toxic Hamster. Heb ik gesubbed via de telefoon, maar dat was binnen een euro duurder of zo, heel apart. Oh. Oh, de ding is zo klein! Het is net zo scheef. Zegt u? De kalk ding. Ja! Ik vind het wel passend hoor. Oh. Combinatie. Ja, is niet heel. Oh, hij is even leeg. Godsamme. Oh, dit ding is echt snel. Ja, we gaan nog geen wedstrijdjes meer doen, hè? Dat weet je. Hey, je wil rally rijden? Met sturen. Pas op met sturen. Als je op die snelheid rijdt, je gaat koprollen maken. Afremmen voor de bochtjes. Nou, dit moet wel blijven lang. Kom. Dit zou moeten werken, dat is volgens mij een base game. Oh nee, het is ook geen base game, een mod trouwens, maar... Hier terugkomen. Wieken? Nee. Staat er, staat vlambaar achterop, de water is vlambaar blijkbaar. Oh, dit is een diesel tank. Oh ja, lood. Huh? Die het wel? Dit is een diesel tank. Nee, er staat water bij. Ik kan niet bijvullen. Ook al niet? Nee. Wat is er met die mods aan de hand? Ik hoor nou wel het geluidje van bijvullen. Alleen, dat is een seconde. En dan stopt hij al en hij vult niet bij. Nee, maar kijk. Het is, als je mij niet van mij kijkt. Het is liquid, IT trailer. Water, alles gaat ertussen. Ik heb hem al multi gezet. Multipurpose ding. Maar dat zijn plaatjes. Misschien kun je die aanpassen. En dan zeggen dat het kan, maar hij doet het niet. Ah, oh, for fuck's sakes, echt. Ja, echt. Ik weet niet of je mijn stream hoort. Ik denk niet dat je mijn stream kunt horen, maar nee, ik hoor gewoon... Serieus. Voor een milliseconde hoor ik... Psh, psh, psh. Ja, ik weet het ook niet meer, hè. Knaken zo, hè. Even, ik heb hem afkoppelen. Die afgekoppeld. 3, 2, ja. Doei! Dag! Was leuk! Moet ik een nieuw ophalen? Ja, ze zijn toch nodig, dus ik ga wel weer een nieuw kopen. Fuck sakes.
Maar kan ik nog steeds met dit ding, of moet ik nou wel dat trekken? Geen idee. Dan wacht ik met heel snel uit. Hey, je mag kalk wel even ophalen. Ik heb bijna geen kalk meer. Ja. Big bags. Oh, dan kan ik met dit ding. Met de platte trailer inderdaad, ja. Ja, ik zal de platte trailer van dat ding even meenemen. Ja. Woehoe. Oh, ik ben aan het driften. Ja, 6 zakken gehaald namelijk, dus daarom. Dan kreeg je dat bakje niet mee. Oeh. Nee. Oh, fuck. Zoek ik ondertussen even de watertrailer. Hier een eentje? Nee. Ja, een roze trekker. Oeh. Het zal ook eens makkelijk gaan, hè. Het is maandag. Maandag. Ja, ik had de monster al open gegooid. Oeh, die moet ik zo uit de vriezer halen. Hier past water in, 2000 liter. Hoop je. Ja, nee, er past water in. Dus base game is die, de stroom. Hier past 6000 liter in. Is ook base game. Oh. Wat kost die? 8000. Ik heb zoveel geld verspild, ik mond dat er gewoon in. I don't care, have a game. Niet. 8000. Ok. Zo. Fix dit. En als het goed is, heb ik hem ook gefixt. Als ik hem weer kan vinden. Oh ja. Yeah. Dus. Dit is. Eentje terug. 100% water. 1 ton 6000 liter. Geen mod. Dus base game. Kopen. Dus ja. Als dit okay. niet doet. Als hij nog niet doet. Ik kan het schijfje van de speel helaas niet weggooien, want het staat niet op schijf. Maar... Kappen we met Farming Simulator. Oh, dan gaan we direct even WRC installeren. Of en we zijn met een uurtje weer terug. WRC? Ah! Niks dat. Ik heb WRC al gestreamd. Ik niet. Oh, alle 8 of 9. Ik weet niet hoeveel ik er heb, maar het is daar geïnstalleerd. Oh. Ik heb wel die asset gekozen. Competizione. Het is misschien ook wel geinig om die platte wagen gewoon de kalk op te laten staan. Dan kun je hem hier naartoe rijden en dan hoef je niet elke keer helemaal terug naar de boerderij heen. Top, moeten we meer van deze dingetjes hebben. Oh. Ja, platte wagentjes inderdaad. Ja. Want oh, platte wagentjes. Hij is weer leeg. Als je dit zelf. Oh. Misschien moeten we gewoon een grote. Grote spider halen. We zijn het toch aan het kopen, we maken het uit. Doe gewoon. Ik ben er helemaal klaar mee. moet ik nou twee dingen tegelijk ophalen? Kan dat? Nee, dat kan niet. Jammer. Hey, je hebt die trailer daar nog. Die bak bedoel ik. Ik kan niet voor pallets of hoeveel van die zakken erop passen hoor. Hoe is zo'n ding ook alweer? Hij staat onder een kunstmest. Oh ja. 18.000, fuck sakes. Zo, ik mag deze trekken lenen. Dit is dus zakkenrapen trekken. Zakkenrapen. 27.000 hebben we nou. We staan nou maximaal in de min, dan weet je dat vast. Dat ja. Wat dikke voertuig. Niet eens. Ik kom nou voor 20k een kalk spreiden. Hij doet het. Tractor size, M. Kun je dat nog kiezen? Oh ja, oké. Okay. XL, M. Oké, okay, M gewoon eens. Kopen, ja. Oh, hi. Ik zie me in één keer dat ze verschijnen. Joep. Hij wordt niet netjes langsgebracht, helaas. Oh. Kijk hoe ver dit ding doorzakt, de trailer. Ik ben benieuwd. Kut, ja. Kutmest. Maar deze is voor kalk trouwens. De gele hebben we voor kunstmest. Niks aan de hand. Ik had het ding zelf wel even op die sproeien trouwens, aangezien ik toch deze moet verkopen en dan kan ik gelijk verder ophalen, weet je. Kun je dan de trailer ook niet meenemen? Dat ding kun je op de voorkant of niet? Misschien wel, moet ik even kijken. Dan kan ik inderdaad dat is handig. Handig? Ja, dan kun je helaas niet twee trailers achter het kleine ding doen, dat heb ik al geprobeerd namelijk. Toen ik hem kocht, dacht ik van misschien dat ik ze allebei kan aanklikken en dan rijd ik gewoon huis in, maar dat wou niet. Dan zeg ik ze maar gewoon gespawnd. Nou, monster. Ja, ik hou hem zo op. Komt goed.
Komt goed. Heel slecht voorbereid hoor. En die koud staan, nog ophalen. Oh. Ja, ik. Nee, klopt. Ja. Zo. Ga even langs Daan. Daan is gezien met een taalbal bezig. Hij is weer zijn alarmlichten vergeten, zie ik al wel. Oh, misschien ook even moeten kijken voordat ik afging. De bus had voorrang. Er kwam geen bus aan. Dat was een auto. Jawel. Was wel een busje. Oh, is hij te veel? Ja, goedemorgen. Ja, hij past er de voorkant. Was allemaal precies, ja. Een krappe bedoeling zo, maar. Zo. Oh, ik had verwacht dat ik iets verder aan de kant zou gaan. Bered je dat? Wel, hè? Oh, ik heb dat ding nog achter. Ik heb dat ding nog achter me zitten. Die moet ik eerst even wegleggen. Goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee. Wel. Als je vraagt hoe goed wij met het spel zijn. Sometimes it may be good, sometimes it may be shit. Het is like. Ja, yeah, I know. Je hoort het trouwens ook heel goed. Oh, kijk. De meeste die vallen altijd nog wel een beetje weg en dan hoor ik het nog wel wat. Ja. Maar deze die was heel goed te verstaan. Hey, wat is dit? Ik wil hem niet weggooien. Je moet niet boven dat bakje gaan doen. Ik wil hem daarin leggen. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Sometimes maybe shit, sometimes maybe good. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Shit. Maar hoe verkoop ik dit ding nou dan? Gewoon in het menu nou. Of oh ja, nou staat hij er wel. Hij stond er net niet, dus daarom. Verkopen. Yep. Ok. In ieder geval 4000 erbij. Klopt. Oké, wat ga ik met deze zak doen? Past dit net aan de achterkant? Ik vul hem gewoon en ik kan hem wel leeg gooien en dan wordt het alsnog een. Of dan wordt het een pallet volgens mij. Geen idee. Maar er past niet zoveel in! Nee. Sometimes maybe shit. Damn it. Maar ik kan mijn bakje ook nog even vullen, hè? Oh ja! Oh ja, kom even hierin. Yeah. Kun je zo bij mij erin gooien. Kan ik vanaf deze kant, denk je? Nee, je rijdt tegen mij aan. Ik kom naar je voorkant toe. Ja, dat is goed. Ik heb hem extra verlaagd, dus. Hoe lang? Dat is ook wel jammer trouwens, dat de grond ligt gewoon dwars door de dingen heen schijnt. De schaduw is moeilijk. Blijkbaar. Want sowieso past alles erin. Dit is groot hoor. Ja. De andere past maar 300 liter in ofzo. Hier zit... Ja, dan moet je denk ik met jouw lepel even die laatste zak ophalen. Hoeveel kan er nog in? Nee, ik zit 93%. Oeh, ik stap er nog goed uit. Ja, en ik moet ook nog even... Eigenlijk... Sometimes maybe shit, sometimes shit. Shit. Wat is dat? Ik zie niks. Ja, dat ding is nu gevuld, maar dat kunnen we niet uitkrijgen. Jawel, kan wel. Hoppakee, zie? Skills. Nou. Ah, zonde. Ah, kom. Oké. Oh, straks wel. Even kijken, waar zitten we ook weer daar zo? Hier kan omhoog. Oeh! Netjes kribbelen geef je aan. Hoppakee! Oh shit. Ik zie alleen bar weinig zo met dat ding ervoor.
Wel een first person, ja. First person. First person. Goed? Doet het wel. Oeh, spanbanden! Oeh! Zeg, anders waait al die poeder weg. Oh nee, die zak inderdaad, ja. Ik dacht dat je een karretje bedoelde. Ja, gewicht is zwaar. Ja. Het voelt anders. Sturen. Ja. Dat is wel best. Ik zie je daar cross. Huh? Ik zag je cross aan de andere kant van het water. Ja, crossen. Ja, dat ging best snel. Oeh. Oh, ik kan mezelf bijvullen zo. Ja! Maar dat is wel handig. Misschien moeten we aan de voorkant laten zitten. Ga maar. Dat kan wel, maar dat is een beetje raar. Nee. Ja, dat is raar. Weet je wat raar is? Jij? Ja, ja. Ah! Ja, ja. En dit... Mijn driftkunst. Oh, ik heb een handrem. Moet je lenen? Ik kan ook... Ja. Ik heb de watertrail achtergelaten, hoor. Waarom kan wat niet, ja. André Alon? Het aan de voorkant sproeien, bedoel je? Dat kan wel. Dat kan wel, maar ik vind het zo raar eruit zien. Nee, ik vind het zo raar eruit zien, want dan sproei je jezelf in je smoelwerk. Nee, maar je sproeit vooruit. Ja, daarom ook. En dan rijd je erachteraan. Ja... Ja... Yeah. Oh, dat is niet handig. Ik krijg hem... Die zakte niet meer af, nou. Oh. Meenemen. Oké, okay, dat wil wel. Je moet toch dat ding aan de voorkant... Daarin weghalen. Oh, joh. Ik ben aan het driften, de hele weg. Oké, okay, nou ook wel. Omgekeerd op de kop. Ja, sweet, denk ik dan. Niet af. Ah! Verkeerde kant op. Ik zit niet op de led. Ik ook niet. Oh, oh. Dat was de heg. Oh, dat was de andere heg. Pfft. Gelukkig nog geen kipjes plat gereden. Oh, en deze is. Oh ja, September goal. September goal is 15 subs. En de subs zijn met september zijn 25-30% korting. Dus, en Prime is uiteraard nog steeds gratis. Wat staat daar achter in het veld? Lag je weer in de sloot? Nee, daar voor ons. Wat staat daar? Ligt daar dat gele stipje? Gele stipje? Ja, daar. Ik heb geen idee weten over hem. Daar rechts van jou. Rechts van mij geel stipje? Oh, dat is de kunststof. Oh, dat gele stipje! Ja, ja. Map. Er stond niet. Nee, ik wist niet wat. Nee, dat is de kunstmest ding heb ik daar gelaten. Oké, wil jij een koud bijo hebben? Nee, dat hoeft niet. Denk ik. Die andere was ook zo klein, weet je wel. Dus vandaar dat ik dat zei. Maar deze doet 42 meter. Dus ik denk dat ik dit aardig... aardig red, zeg maar. Denk ik. Ja. En anders hoef ik nou maar twee keer te rijden in plaats van heel vaak. Was dit veld hobbelig geworden? Heel apart. Even lastig inschatten hoe breed dit is, hoor. Want het is 42 meter. Komt door achter zien rijden. Ja, zie je een klein stukje gemist. Kijk toch eens! Hoppakee! Was er bijna. Oké, dit veld moet je nou drie keer vullen, zo'n beetje. Je kunt net in één hele streep doen. Denk je, is hem snel leeg? Ja, dat is koud. Tja, dat is de grootste die ik heb gekocht, hè? Was het veld hobbelig of niet? Is het weer veranderd of zo? Zo, ik zie het. Ja, is het stuiten? Stiff suspension. Echt, ik zit goed te springen hier. Net als dat clipje wat ik jou stuurde, ja. Van die trail. Oh. Was er zat te springen. Echt, die slang, alles flikkerde eraf. Als je nu motion platform had. Stuiter in, stil zo gewoon in de kamer. Oh, mooi man. Ja, lijkt me echt nog wel gaaf zo'n motion sim, hoor. Maar, wel met velden zo. Ja, echt hoor. Een beetje zelf nabootsen tot nu toe. Ja. Als ik deed het net al een beetje, maar de ging mijn hele stoel ging uit fatsoen. Dus laat dat maar niet te vaak doen. Die heeft ook een upgrade nodig. Oh, fast feedback is in één keer weer sterker. Mooi. Zo.
De watertrailer staat nog bij de meertje, hè? Oh, ben ik al. Oh, oké, oké. Oh, ik ben met de trekker gegaan. Ja, is goed, toch? Ja. Ben je zeker dat wil? Ja, ik heb de kalk ook nog achterop staan. Oh, oké. Okay. Laten staan. Oh, ja. Ik zal straks even kijken of ik vanaf die trailer kan bijvullen. Ja, vanaf de bakje. Ja. Dan is die leeg. Komt niet eens leeg, hoor. Normaal kun je hem leeg op de plek zelf. En dan wordt het een belletje vaak. Oh ja, nee, maar dat maakt niet uit. Als je al die dingen aan gaat schaffen, kun je denk ik beter een eigen boerderij aanschaffen. Wat bedoel je? Ah. Zoals de motion ding voor de dinges. Dat is goedkoper dan een hele boerderij, hè? Voor motion ben je denk ik 1000 euro kwijt. Voor een goede set, denk ik. Ja, zo simpel. Zo'n simpele motion ding, maar 700 euro. Heb je gewoon 4 van die poortjes onder je stoel. Oh ja, ja, dat heb je ook nog, ja. Kinderboerderij? Pff, een hele dag heb ik die kinderen opgezet. Nee. Dus even kijken of ik die daar kan pakken. Ja, met deze filterpijp. Nee, hij pakt die zak, pakt die nou. Nou, maar Smipley en ik hebben gisteren een motor gereden en toen hebben we al een boerderij uitgekozen. Nightbot gooit alleen maar de September Goal message erin. Ik weet niet wat het is. Er horen meer berichtjes te zijn. Papa berichtje. Huh? Papa berichtje. Beetje spam. Omdat jij niet mee mocht. Dat je er niet was, naar mij weten. Ja, maar dat was wel leuk. Dat begin niet, maar later wel. Jawel, was gewoon... Oh, omdat je zo lang moest wachten op mij. Nee, maar het verkeer daarnaartoe was waardeloos en het verkeer naar huis was waardeloos. Allemaal busjes en vrachtwagens en... Ja, piepie. Ik kon nergens doorrijden. Nee, ik zeg de weg naar huis. Piepie. Stond om daar te komen? Ja, dan moest ik gans naar de wc en dan rijdt een vrachtwagen met piepie. Ik was gisteren om 11 uur 12 uur thuis, bedoel ik. Ja, we zijn om 11 uur gaan rijden, dus... Ik was pas 12 uur. Uiteindelijk waren we om 11 uur afgesproken, uiteindelijk waren we pas 12:30 ergens ge... Ja, papa en ik. Ja, we gaan lekker bij tijd, lekker fris. Nou, weinig van de frisheid meegekregen. Domme. Net zo warm. Ja, ik kon bijna niet aan te rijden. Waarom niet? Ja, de terugweg ook, alles. Zeg ik, verkeer staat tegen, ja, alles staat tegen. De heenweg al, vrachtwagens, auto's en... Als ik alleen rijd, dan ga ik gewoon langs het verkeer heen. Ik zeg op de terugweg, je kon ergens inhalen, dat wil niet. Oh. Oh, hij reed. Toen met jullie viel het wel meer met het verkeer, maar daarna. Weg naar huis, dan kom je op die lange weg uit, weet je, met die doorgetrokken strepen. En elke keer tegemoet komen op het verkeer, dan gaan de mensen gewoon langzaam lopen rijden, 60 bij 80 mag. Niks aan de kant, je kunt niet met gemak 120. Ja. 13.000 liter. Oké. Nee, dat is nog genoeg. Vooral als... Hoeveel liter? 13.000 liter zitten nu in de kas. Oh, in de kas. Ik dacht wel, die watertank. Ja. Ik denk, oh, wat nou weer? Maar je zit er maar 6.000 liter in. Nee, ik heb de schaapjes eerst bijgevuld. Nou, oh ja, schaapjes. Hoezo ook over... Moet niet vergeten. Nee, En verder hoef ik niks. Ja, ik ga hem nu weer vullen. En dan ga ik jou helpen. Nice. Ja, dat kan hier bemest worden. Tussenstap. Ik heb brek, Maar wat ik net een keer wou zeggen was, Smipel en ik hebben gisteren al een boerderij uitgekozen waar we gingen wonen. Dus we hebben twee hele mooie grote boerderijtjes naast elkaar. Ja. Helemaal in the middle of nowhere. Ja, eentje leek op boobies. Ja. Die wil ik hebben. Verder geen buren. Ja, alleen onszelf. Er waren twee boerderijtjes, die stonden nog geen 100 meter van elkaar af. En de rest stonden allemaal een kilometer uit elkaar ofzo. Klopt. Ja, dat is perfect. Het veld in het midden is mooi samen. Smipley krijgt de roze trekker. Ja, ik had altijd weer herspuit. Waarom moet de kalk op? De vraag dat spel om, dus doe dat. Nee, niet herspel. Oh, we moeten nog steeds kijken aan precision farming. Ja, precision farming inderdaad, ja. Nee, het veld geeft aan wat hij nodig is. En naar mijn weten is kalk voor betere
bodem, zooi, weet ik veel wat allemaal. Ja, we werken volgens het boekje. Het boekje zegt... Ja, ik zal straks even bij, als je bij het veld staat, kan ik hier ook wel even zien net, trouwens. Oeh, struikelen. Ja. Als ik hier ga staan, krijg je rechts onderin een mapje te zien met informatie. Dat kun je net niet zien, want er staat wat in de weg. Overlays. De dono moet weg. En het glaasje moet weg. Plop. Oké. Okay. Maar er staat koolzaad is aan het groeien en 98% opbrengst. Grow states. En op het moment is dit niks nodig. Je 100% bemest. En als je naar het andere veld in gaat, dan staat allemaal extra informatie bij. Dat de kalk moet hebben en mest. Wacht. Niks doen. Ah, het is te laat. Nee, maar je pakt de zak! I know! Dat probeerde ik net de hele tijd die bak te pakken, maar dat wil niet. En nu dan? Geen idee, ik zit vol. Ja. Bodemstructuur, dat was het. Ja, ik kon er niet op komen. Maar, en dat heb je ook met een moestuin, moet ik ook kalk strooien. Of moet, maar... Wordt ook aangeraden om af en toe mijn kalk te strooien. Eén keer in twee jaar, zou ik maar noemen. Op. Als je gas houdt, gaszoden hebt geplaatst, wordt het ook sterk aangeraden. Het ligt er ook trouwens hoe zuur je aan bodem is. Ja. Maar het kan ik geen kwaad record gelezen. Maar als je nou dus rechts onderin kijkt, staat bemest 0% landbouwkalk nodig. En als ik dan hier naartoe ga, dan is de landbouwkalkmelding weg. Waarom doet Nightbot... Oh nee, Nightbot heeft die andere dan ook gedaan eigenlijk. Oké, nogal. Nightbot mag van mij best spammen, maar niet elke keer hetzelfde berichtje. Maar het spel geeft gelukkig aan wat er allemaal om moet, want ja. Maar we hebben nog een mod klaarstaan die we aan de ene kant willen gebruiken. En dat heet Precision Farming. En dan moet je dus, ja, heel precies gaan farmen. Wel bodem samples moeten we pakken. Je moet echt legit bodem samples ophalen. Die moet je opsturen. Je kunt hem, dan moet je erop wachten. Maar wat je ook kunt doen is gewoon gelijk de uitslag kopen. Maar dat is wat duurder. Je moet dan kalk, mest, zuurgraden, alles moet je op letten. Dus dat is wat. En op sommige plekken van het land groeit dan gewoon bijvoorbeeld geen gras, omdat je dan de verkeerde bodemstructuur hebt. Of wat van andere spul ook. Dan kun je dat gewoon niet voor elkaar krijgen, omdat die oogstdagen te gebruiken, zeg maar. Hoe noem je dat? Zoiets was dat in ieder geval. Het is volgens mij niet eens een mod, het is van... Nee, het is mod. Volgens mij zit hij officieel... Ze hebben wel iets officieels mee gedaan in ieder geval. Ze hebben hem in ieder geval officieel geïntroduceerd op de website, maar het is niet een standaard in-game ding. Nee, mij. Dat klopt. Ja, hij staat inmiddels wel op de officiële mod. Waar heb je de kalk in de kast? Bij de kast? In de kast? Op de kast? Naast de kast? Daar, rechts om de hoek. Naast de kast. Ja. Was je klaar met kalk? Ze kan bemesten. De mesting staat er al, hè? Ja. Hoe breed was die ook alweer? Heel breed. Ik denk drie keer op en neer. Hij blijft de zakken pakken. En die was 42 meter ook inderdaad. Lijkt me onnodig. Volgens mij kunnen we ook helemaal niks mee. Wat hè? Met dat wat daar in de bak zit, kunnen we niks mee. Oh, we gaan het zien. Als verkopen kunnen we dan... Ja. Komt wel goed. Lijkt me nog moeilijk maken voor jullie. Ja, dat wel, maar het is legitness, weet je wel. Dus het is een simulator, dus dan gaan we simuleren. Dus, daarom hebben we er ook nog niet in zitten, want dat is eventjes heel veel leren. Dus we gaan eerst even offstream gaan we leren. Dat is een beetje de bedoeling. Top. En ik vind het wel heel interessant ook. Dan moet je echt met een kun je quad bijvoorbeeld kopen met zo'n sensor achterop. En dan ga je helemaal om het veld heen allemaal samples maken. Net zodat je de hele complete bodemstructuur weet. Dat is echt heel apart, dat is wel geinig. Zaaimachine nou. We gingen eerst gras gooien, weet je nog? Zooien. Graszooien. Waar? Daar ben jij naar uit. Weet je nog? Dan gingen we gras doen en dan konden we daar balen van maken en dan hadden we shitload aan cash. Om de schuld af te lossen. Oh ja. Ja. Oei. Oei. Ik ben aan het stoeien met boom. Maar Andrea, je kunt ook heel veel dingen aan- en uitzetten hier. Zoals als je normaal gesproken in een echt land gaat ploegen, krijg je allemaal stenen die omhoog komen. En het gebeurt in het spel dus ook. Dan moet je dus gaan rapen en je kunt je eventueel verkopen, maar je kunt er ook weer landbouwkalk van maken. In het spel in ieder geval. Je kunt niet echt kalk maken van stenen, ik heb geen idee. Ja, dan moet de kalksteen uitkomen denk ik, en niet normale stenen. Ga ik vanuit. Sorry.
Swiply? Ja. Ja. Hoe lang zijn we al bezig? Hoe lang zijn we al bezig? Wat is het? Zie je het al? Ja. Ja. Als je zegt hoe lang. Als je rechtsbovenin kijkt, het is 3 minuten over 7 in het spel. En daaronder staat 000. Dat wil zeggen dat de game op pauze staat. Dus we hebben al die tijd de game op pauze gehad. Oeps. Laatste keer ook zo. Ja, dat gebeurt ons nogal eens. Koffer dicht, die weer omhoog. Even zaad kiezen. Ook het goede zaad erin gooien, want zei dat weer. Gras. Bladramanas. Zegt u? Bladramanas. Nee, geen bladananas. Dat zijn we niet nodig. Bladananas. Oh, ik gisteren ook met die megalodon. Pek. Megalodon. Wie? Tom? Megalodon. Ik moet echt eens wat beter opletten met chat en zo. Want heel vaak zie ik dingen staan en dan weet ik niet meer waar het over ging. Want nou zegt Andrea is dat erg, maar ik weet niet meer waar het over ging. Megalodon? Nee, ging niet over de megalodon. Tijd. Oh ja, ja. Aan de ene kant is het erg, want dan loopt de tijd dus niet door en dan groeit er dus ook niks. Nee, ja, dat ook. En dan groeit er niks. Dus ja. Vroeger kreeg ik piepjes als iemand wat zei in chat, maar het was op een gegeven moment heel druk en dan heb ik die piepjes uitgezet. Maar nou, als het niet zo heel druk is, zijn die piepjes wel weer handig, zeg maar. Nou, dat inzaaien gaat ook weer heel erg lang duren, hoor. Het is best niet. Nee, dat is al best. Winning, ja. Yeah. Oh! Ik snap. Ja. Oké. Okay. Ik doe die kopse kantjes later wel. Dan doe ik eerst een paar strepen trekken. We doen het echt ook. Dan ga je eerst in het midden een paar strepen trekken. Later die, die koppen. Maar. Huh? Nee, no. Ja, nee. Je bent van de kopse kantjes. Kopse kantje? Met saai eerst. Maar nee, dat doe je niet hier. Nee, normaal doe ik gewoon helemaal strepen trekken. Ja. Ja, maar officieel doe je volgens mij altijd eerst in het midden met saaien. En dan ga je daarna één keer helemaal omheen. Want dan kom je gelijk bij het begin van het veld uit. En dan kun je dus, dan rijd je dus niet over je eigen gezaaide zooi heen. En bij het oogsten doe je juist andersom. Dan doe je eerst de kopakkers, hè, kopskanten. Doe je eerst de kopakkers. Ja. En dan doe je het midden in. Zeg, ons rijden. Dus weer je hele oogst naar de kleur. Dat is een grootje. Naar de kleur, hè? Ja, ik mis een stukje. En dan kun je bij gras heel goed zien straks. Dus dat is kut. Alles is bemashed. Nice. Hier kan ik ook aan het randje van het veld, dat scheelt weer. Leuk joh, die brandenspoor van mij. Goed, ja, geinig, dat de kalk. Ja. Ja. Ja, eigenlijk klopt dat niet, want je hebt je mest aan de achterkant liggen, dus zou je eigenlijk weer overheen moeten sproeien. Oeh. Nee. Ja. Yeah. Nee, niet doen. Niet doen. Dat is niet leuk. Doen. Dit is leuker. Oh ja, dat wel, maar. Ik vond het wel mooi dat het spel nog best wel lang. Ik heb ooit eens gelezen dat het spel iets van 300 of 3 kilometer heeft of zo, weet ik veel wat, aan bandsporen die blijven liggen voordat ze pas verdwijnen, zeg maar. Ja. Dus je kunt in principe een heel groot veld gewoon doorrijden zonder dat jouw sporen voor je neus gaan verdwijnen. Dat is wel gaaf. Klopt. Want dat vind ik altijd vaak een nadeel van een spel. Dan ben je aan het rijden en zie je de dingen in één keer prrrr, al die sporen achter je gaan weggaan, weet je wel. Klopt. Het is wel nice. Nou, is mijn stream laggy of is mijn laptop of mijn computer weer of de OBS wil ik, ja? Een beetje laggy, een beetje. Ah, fuck. Ja, maar oh, dat had ik de vorige keer. Nee, ik weet het. Ja, klopt. Ook als ik die kant op rijd, doet hij dat. Had ik de vorige keer. Hebben we naar gekeken, dan weet ik het weer. Ja. Ja, maar ja, Antelon, ja. Dat is de reden waarom we dit spel spelen. Het is super satisfying soms. Ah, kut boven. Andreas zegt, is echt super satisfying om te zien. Ja, als het echt heel precies perfect is en zo aan recht gaat, oh, dat is echt fijn. Ook als je bijvoorbeeld de kalk doet, weet je, dan gaat het helemaal precies in de rechte lijn. Zo, en dan denk je, oh. Ja. Dan wordt het wordt veel satisfying. Heidnus. Als we overgaan op GPS. Ja, dat helemaal. Als je het over bandenspoor hebt. Ja, de trein ziet er ook niet uit, inderdaad. Even een overdruk reinigen eroverheen. Ja, echt hè. Tja. Even kijken, wat is de volgende stap? Contract of niet?
Ja, ik denk het dan. Oké, okay, dan ga ik kunnen hier niet meer zoveel. Autistisch verantwoord. Yes. Dit zeg ik niet trouwens, dat is Andrea. Lon. Nee, ik ga even mijn blikje ophalen. Ik moet wakker worden. Ik heb taurine nodig. Taurine? Oké, okay, be right back. Ik ga, is dat zo? Ik laat gewoon alles aanstaan. Hè? Maakt helemaal niks uit. Zie Smipley op de webcam en ik wegrennen. Ik weet niet wat het is, maar ook als ik deze kant op rijd, dan lagt mijn OBS, dan schijnt de stream te laggen. En als ik de andere kant op rijd, dan is er weer niks aan de hand. En waarom dat is, ik heb geen idee. Ik doe straks die kop wakker wel even. De bommen staan akelig in de weg hier. Maar kijk, dan ga ik deze kant op en is er niks meer aan de hand. Oké, dan mag wel iets verder naar achter trouwens. Een mooie zonsopgang. Ook gewoon dat weer hier zo, kijk dan. Die zonsopgang en zo, dat licht. Ah, jellig. Ik mis helemaal een stuk, ik heb afgeleid door de zon. Ja, echt hè, ik zit alleen in de trekker, dat is wel een beetje jammer. Even een trek halen met op dek. Ik heb wel een dakraam trouwens, maar die kan niet open. Alhoewel. Je moet los kunnen. Oh, dit gaat nog zo lang duren dit, echt. Ik mis echt zoveel stukjes. En dat is kut met gras, want dat kun je zien. Steen? Zag je een steen? Oh, steen door het raam. Nee. Soms heb ik van die heldere momenten. We hebben net ook alle stenen eruit gehaald. Uit het veld, dus er liggen geen stenen meer in. Ja. We moeten wel een keer die stenen nog een keertje wegbrengen. We hebben een lading stenen op het land liggen daar. Of land, op ons terrein. De farmyard. Oeh, shit. Hoi. Ben ik weer. Even kijken. Ik wil hem wel open doen, maar ik heb het gevoel dat hij direct bevriest. Dan het gewoon open doen, schijnig. Hij is namelijk ijskoud. Ik weet niet eens dat ik het kan drinken. Dit is gewoon het drinken van het ijsje. Oh, wacht even. Bonk. Slush. Oh ja, heb je hem open? Ja, ik heb hem open. Oké, okay, E2. Proost. Proost. Wow, koud. Het is een beetje een stom dingetje hebben. We gaan altijd proosten op de webcam met een bonkje erbij. Bonk? Bonk. Is niet stom. Waarom zeg je dat alweer? Nice. Wat is stom? Komt-ie. Oh, dat. Komt ie. Nice. Nice. Alsof het... Magic. Is. Magic. Escape. Gold. Malenmaker. Even kijken naar de duurste. Ik mis weer een stuk. Bonk. En wikkel en folie. Oh, deze moet weer naar de biogasfabriek. Niks meer. Nee. Ja, of je moet spul huren dan, hè? Ja. Oké. Droog het met schudden en maak er balen van. Breng het balen naar Johnson Farmers Market. Oké, ik artikel naar Lena. Wacht even, veld 186. Als het zo doorgaat, ga ik ook een zaaimachine lenen. God, zou het duur lang. Veld 186. Pokken en rijden of valt mee? Ja, daar. Oh, dat is bij de kippies. Bij de veehandelaar. Oh, de kippies? Bij de kippie? Bij de schaapjes. Oh, dat was een schaapjes, ja. Ja, maar bij de embleempjes en kippies. Oh nee, er staan ook kippies inderdaad bij. Oh, echt? Volgens mij wel. Op dat veldje daarnaast hebben kippies neergegooid, dacht ik. Dat bedoel ik, dat wist ik. Echt niet. Nee, maar dat is gewoon een lang veld, dus dat is best wel te doen. Dus ik ga hem accepteren. 186. Okay. Min 500. Bijna 10k. En nog het extra spul, dus bomben 10k kunnen we wel krijgen. Nice. Dat ik van de ene. En dan begint hij weer te leggen. Sorry. Ik ga met fietsen. Ik zie jou straks ook. Met de fiets. Heb je die RTV en dan ga je dat.
maar er zit ook kook in. Ja, nou, mooi hè. Mooi hè. Boeie. Kom zelf wel op. Oh, mijn superkrachtiging is kort bezig. Tja. Zeg, heb je die ATV en dan neem je die niet mee? Ja, klopt. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik neem Sophia mee. Dus, ja, die heeft geen kenteken trouwens. Daar kon je helaas geen kenteken op. Oh, ja, maar dat weet men niet. Ja. Dat is Smipley's baby shower cadeautje. Hij moet hem wel delen, want ik vind hem ook leuk. Ook mee, cool. Dat is niet de bedoeling. Dat zal wel. Kan ik niet gewoon hier zeggen dat ik het Ctrl-I? Wil? Ctrl-I? Ctrl-I, misschien dat werkt. Dat is helemaal, of, ja, Ctrl-I. Oh, wel. Oh. Hey, mooi. Zijn we daar niet gewoon weer vanaf? Kun je dat zo met je bak oppakken? Denk je? Nee, hey, je kunt het gewoon opscheppen. Ah. Je zit zelfs op een mot, dan kun je van die tarps kunnen halen, van die zeiltjes. En dan kun je daar dus al je oogst op gooien en zo, is wel geinig. Oh. Oh. In plaats van dat het gewoon op de grond ligt, zeg maar. Klopt. Dat is wel geinig. Oh, hi. Bye. Adem. Wat redden. Ze dus gaat weg. Sorry, moest even bij jou wel, bij mij nog niet. Oh, mooi. Wat gezellig. Ja, nee, sorry, wat zei je? Ik weet het. Oh, die tarps. Daar kunnen ze mooi voor op ons land, op ons trein bedoel ik. Voor de stenen. Hebben we dat al? Nee, maar dat is mooi voor daar. Oh ja, klopt. Om daar eventueel in te gooien. Zo. Het laatste stukje ziet er echt niet uit, maar dan ga ik laatst al even een keertje langs. Auto. Auto? Oh, ja, hier. Pick-up. Of de SUV. En een pick-up. Suf. Suf. Oh, zo ja. Ik moet straks wel met de fiets. Dit is de retrieve. Oh, je kost hem met me mee. Oh, wat lullig. Ja, tuurlijk. Ik ben al lang niet klaar. Oh. Ik ben hier al lang niet klaar, ja. Ik zit nog niet eens op de helft. Kijk maar voor spul hebben. Oh, we hebben die palen begrepen. We gaan weer ronde ballen, maar ook anders. Ja, het is vaak, met inpakken is vaak allemaal rond hier volgens mij. Met de opdrachten. Nee, van. We waren ook die vierkanten. Ja, maar die waren niet gevrept hoor. Oh nee. De gevrept is volgens mij altijd hier rond met hoe noem je dat? Die opdrachten in ieder geval. Ja, we hebben gisteren genoeg palen gezien. Oh, echt hè? Onderweg. Ja. Op de velden, opgestapeld, vierkant, rond, driehoek. Oh nee, geen. Even driehoekig balen. Die rollen niet gewoon niet weg, dat scheelt weer. Ja, klopt. Duurt lang. Ik sta hier al een tijdje met een droge keel. Ik ga je afsnijden, sorry. Zo. Peace, precies. Buitenkant van de. Oh, je hebt die grote auto weer, automaat. Ja! Ding. Nice. Is lekker groot. Hij is groot. Big boy. Sorry, ik rijd gewoon door de tuin. Dit is, Als je dan ook aanzet, hebben ze gelijk de tuin gemaaid. Maar dat doe je dan ook weer niet, hè? Nee. Wat zijn de kippies? Daar zijn de kippies, ja, het ligt. Toch wel, hè? Ja, ja kippies. Nou, ik heb toch gedaan, zodat je een beetje dierengeluid eromheen hebt zitten. Bij een veehandelaar ook, zeg maar. Oh, dat veld weer. Ja. Heb je het de meeste opbrengstveld gedaan? Of opdracht bedoel ik? Ja. Oké, okay, ja. Nice. Je krijgt het meest voor. Volgens mij kunnen we hier wel bij elkaar wel 12.000 bij elkaar verdienen. Geen idee. Dus je hebt afwacht of die balen werken. Het is altijd even een dingetje. Dit gras is zo slecht ingezaaid. Shit happens. Oh, hoe ga ik dit netjes doen, ja? De bomen zitten er.
Iets verder van de bom afstaan. Ja, maar het veld begint daar al. Ja, nou, dan gaat er iets gewoon af. Wat is dit dan? Ik weet het niet. Streamdeel, hè. Wat is wat? Toen ik de Mai aanzette, ging mijn Mai helemaal omhoog. Maar dat weet ik niet. Maar had je hem al naar beneden gedaan? Nee. Oh, hij stopt misschien nog naar beneden. Nee. Zo. De force feedback is uit. Wat is dit? Auwe. Ah, oh, er staat die bom trouwens. Zo goed als ding filter. Ik heb liever dat ze tegen het veld aan staan dan midden op de weg. Dat klopt. Je hebt trouwens wel echt gelijk. Het veld hobbelt heel erg. Ja, hè? Ik moet zelfs de hele tijd bijsturen. Ja. Was volgens mij de vorige keer dan niet zo erg. Nee. Dacht ik in ieder geval. Het viel op dat het hobbelt, maar dan moet ik zelfs bijsturen. Ja. Grappig. 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 Oh? Wat ik ook wat toevoeg trouwens. Oh? Dat is wel 29 graden hier in de kamer, hoor, domme. Dat doe ik je niet na. Heb je als warmer? Of? Nee. Koeler. Maar die echo aan? Nee. Maar de zon schijnt nog niet aan de voorkant. Ah, oké. Okay. De zon gaat hier altijd recht over het huis heen, dus ik heb alle zon. Ik heb vannacht alles los hebben gehad. Alle ramen, alle deuren. Nou, niet de voordeur, maar achterdeur in ieder geval. Dus. Ja. Maar het was vanmorgen wel lekker fris hier in huis. Ik had alleen even geen rekening gehouden met de ratjes, dus was vanmorgen een beetje verkouden. Oh. Nee. Ja, die zijn gelukkig wel warm. Want het was aardig douwig ook vanmorgen. Ja, klopt. Je mistig. Het was vrij vochtig en fris in huis. Geen rekening meer houden. Maar... Ja, ik heb direct alle ramen opgedaan. Ja, ik heb ze niet dicht gehad vannacht. Oh, dus ja, zeg, ik heb alles los gehad. De achterdeur, alles stond los. De ramen. Dus de deuren. Ja, op de voordeur na natuurlijk. Maar... Ja, we moeten oppassen met de jongsten. Oh ja, dus ook niet, met de kinderen is het niet handig als je alles los laat staan inderdaad. Nee. Ja. Nou, gelukkig zijn er twee al weg. En eentje die... Gelukkig? Ja. Ik heb hem al doorluchten. Oh, zo. Dat klonk een beetje raar, weet je wel. Je vat het raar op. Ja, dat kan ik niet helpen. Nee, dat klopt. Het klonk gewoon geinig. Dat klopt ook. Ah, auto. Kom je maar helpen? Ik zit op de helft nou. Oh boy. Waarom koop je geen grotere slime machine dan? Omdat we maximaal in de min staan. We hebben nog maar 11.000. Mag voor de gein even kijken wat een nieuwe slime machine kost die breder is. Maar... Nee. Je hebt daar meer tijd voor dan mij. Ik moet het veld tellen, anders kan ik je helpen. Wat moest ik helpen? Je hebt meer tijd om te kijken wat zo'n ding kost dan mij. Oh. Want als ik hier klaar ben, kan ik je helpen, dus erom. Ja. Dat klopt. Nou, je bent er zo wel. Zo? Pff. Ik kan trouwens maar maximaal tot 11 uur, kwart of 11 een beetje. Nee, dat kan ik niet. Ik ga straks naar de jubileumbeurs in van de NABV. Oh ja, klopt. Dus ja. Dus 12 uur, half 1 moet ik daar ergens zijn. Kies je voor. Hè? Kies je voor. Ja, dat klopt. Dus daarom zeg ik, ik moet iets hebben. Oh. Wat? Oh, we zijn ook al een half jaar begonnen, dus we komen dezelfde tijd uit. Oh. Eerder beginnen was voor mij de bedoeling dat we dan ook langer konden spelen. Ja, daarom. Dus we hebben langer gespeeld dan eerder beginnen. Oh. Ja, dan was het van 9 tot 11. Dan was het van half 9 tot 11. Een half uur langer. Van altijd tot 12. Ja, altijd. Maar officieel is het 9 tot 11. Dat klopt. Maar we hebben altijd uitloop tot 12. Dus. Oh, mijn stuurbekrachtiging staat op 100%. Goed zo. Oh.
Als ik straks vandaag klaar ben met spelen, heb ik ze weer ballen. Ah, zie niks. Voel het niet in de stuur, de hobbels. De force feedback reageert daar niet op. Ik heb helemaal geen force feedback. Nee, jij niet. Nee, ik heb het opgegeven. Alles staat gewoon maximaal 100 en dat soort dingen. Ja, dat zou moeten werken, maar... Als ik dan wel of geen controle gebruik, het doet gewoon niks. Dus, ja, dan niet. Dan niet. Oh, dat is echt niet normaal. Jammer dat je niet kunt voelen hoeveel kracht ik moet zetten met force feedback. Dat kan mooi indenken. En in het begin met rally games, die staan al zo achterlijk zwaar. Als je hard rijdt, nee, maar ook als je daar, het is gewoon echt super, super strak. Je kan echt maar voor een centimeter sturen of zo. En dan, zelfs tijdens het hard rijden. Ja. En dan ging die echt knetter zwaar. Dat moest allemaal bijgesteld worden. Oh, dat ging. Ja, nee, dat klopt niet, nee. Nee, dan kun je misschien maar een centimeter sturen. En ik vond het heel erg lastig met Formule 1, omdat je dan gewend bent om je stuur wat verder naar rechts in te draaien. Maar bij Formule 1 kun je maximaal een kwartslag draaien. Ja, klopt. Is lekker, is fijn. Ja, nee, maar dat is apart. Dat is even wennen. Als je dan gewend bent van... Ik ging dus over van Farming Simulator en Truck Simulators naar Rally en F1. Maar dat is zo raar in één keer. Ja. Maar wel geinig. En ik wil van de week even gaan oefenen met de handrem. Ik heb een handremmetje hier zo. Ik kan er op het moment niks mee, maar... Benieuwd hoe dat werkt. Ik heb een Moza handrem besteld. Dat is gekocht die ik al vind. Moza. Ja, dat is goed. Even kijken hoe dat... hoe dat gaat. Ik wil eigenlijk eerst van Thrustmaster halen, maar die was 2,5. Dus ik denk, laat maar zitten. pas. Ja, pas. Ik heb alles voor de rest van Thrustmaster, dus daarom. Dus ik ga zeggen, ja, mooi compleet, weet je wel. Klopt. Maar. Heeft Thrustmaster, hebben ze direct drive? Ja. Maar hebben ze ook loadcel pedalen? Dat weet ik niet. Ze hebben in ieder geval direct drive een tijdje geleden uitgebracht. Nog niet zo lang geleden. Oh. Maar, ja. Interessant. Mm-hmm. Ja, maar ik ken Thrustmaster altijd als de belt drive. Is dat wat? Dat is een band erin. Belt. Oh ja, ja. Zit een band in. Ja. 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 Ik vind dat ze hebben mooie instapmodelletjes, vind ik. Die degelijk zijn, weet je wel. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ik heb andere stuurtjes gevoeld, maar die zijn, weet niet, die voelen zo janky, ik weet niet. En die ziet er veel te gamerig uit of zo, weet ik veel. En weet niet, first mass heb je dan die Ferrari stuur met dat Alcantara die ik dan ook heb dan. En die rally stuurtjes, je kunt wisselen, weet je wel. Dus dat is wel nice. Ja, elk stuur kun je wel wisselen. Eigenlijk. Nee, maar bij die andere zag ik niet echt losse stuurtjes erbij, zeg maar, dus daarom. We worden ook wel vaak als mods gezien. Net zoals wat ik heb de... Nee, geen 29. Het is ook een mod. Het is niet officieel. Ja. Maar het kan wel heel makkelijk. Het is echt simpel. Ja, ja. Maar zeg, dit is gewoon standaard die dingen, weet je wel. Dus ik weet niet. Dus het, is gewoon fijn. Vooral voor mensen die dus niet handig zijn met zelf dingen doen. Internet! Ja, maar dan nog een keer. Heel veel mensen met twee linkerhanden. Dus, Stuur stuurt. Mijn stuur stuurt vanzelf. Beetje. Ik denk dat die voor feedback moet gebruiken, maar dat hoeft niet. Ja. Ik heb gas gemaaid. Ik zit op 2/3 van het veld, denk ik. Nou. Ja. Nou. Duurlijk. Wacht hier al een tijdje. Ik heb een droge keel, slok. Ik heb ook net een lurk aan het blikje. Nou. Zodat de tijd dan sneller gaat, maar helaas. Het is 11 uur! Hij doet het. En de zon is opgekomen. Dan wel hier langs. Het viel me net op dat de tijd stil stond. Toen ik reed een bepaalde kant op in de schaduw en ik dacht, oh, het begint al donker te worden, weet je wel. En zag ik dat het 7 uur 's ochtends was. En ik dacht, oeps. Het was. Oeps. Texting and driving. Dat mag niet, alleen op de computer. Wat? Hè? Niks?
Die uit, die uit, die uit. Stappen. Oh. Dat is een stevig bosje. Ah. Oh. Ik neem met zo'n 30 tegen een bosje aan, maar een bosje hield me wel tegen. Goeie hekjes geplaatst. Hé, hey, bosje, hier is hekje. Oh, oh. Stevige takjes. Echt hè? Maar niet met 30, maar 14 trouwens. Tjure. Dat is de muziek weer bijna weg. Harken? Ja. Weet je zeker, moet je, oh ja, je hoeft ze inpakken hè? Ik pak ze op volgorde. Ja, harken, dan een lijnen van maken. Harken dus. Harken is lijnen maken hè? Of nee, ik ga schudden nou eerst. Schudden. Oké. Okay. Dan harken. Schudden? Dan, ja. Je moest ze verreppen toch? Nee, deze niet. Oh, deze niet. Oké. Okay. Ik dacht dat je net een keertje over had namelijk. Ja, klopt. Dat was de andere. Okay. Die moest naar de biogas op ik. Oh, die fiets. Ja, nee, ja die is Dirk overgeslagen. Oh, oké. Dat wist ik. Had ik niet buiten begrepen. Dat maakt ook niet uit. En wij deze gaan straks naar de... John's Farm. Market. Oh ja. John's Market. Ook uitdraaien. Oh, uitdraaien. Dat is wel een mooi grote schutter trouwens. Ja, hij leek klein. Ja. Ai. Goed, die schudders die bewegen al een beetje apart achter te trekken. Ja, ik wou net zeggen, het is wel mooi dat hij ook een beetje meer beweegt, wou ik net zeggen. Als je stuurt en zo. Ja. Volgens mij kun je daar mooie rondjes mee maken, of mooie bochten. Zo'n theorie wel moeten kunnen, ja. Moeten die boompjes niet anders omhoog kunnen gereden worden, dan een kaal plekje gaat hier zo. Andrea Lomp vraagt of ik alsnog meega naar de beurs. Ja, ik vind het een goed idee. Ik kan mijn vrouw niet aan. Want de kids komen uiteindelijk ook weer terug. Die heeft net een bevalling achter de rug, dus. Ja, okay. En dan de kids erbij. Ja, misschien kan ik mijn oppas regelen. Dan kom ik wel op de moto. Ja, ik zit nog te twijfelen, motor of auto. Motor. Ja, maar dan loop ik daar de hele dag met een lange broek en de helm mee te slepen. En als ik met de auto ga, dan kan ik gewoon wat broek aan laten en dan klaar, weet je wel. Zeg maar, nee. Dat zie je verkeerd. Ik denk dat ik gewoon met de auto ga. Kan ik André ook gewoon op, hè? Ik vind het vast niet erg. En zowel dan... Dan moet je eerst helemaal naar Enschede rijden, dan daar natuurlijk. Ja, nou, moest ik anders ook, want ik had bij haar gesproken. Oh. Ook met op elkaar opzoeken, weet je wel. Ja. Scheelt dat weer. Parkeerplaats. Als... Ja, maar je krijgt een plekje van hun waar je moet parkeren, dus dan. Tenminste, dat is wat elke kaart heeft, als je hem erbij hebt gekocht in ieder geval, afgekocht. Bij je hebt geclaimd. Dan heb je de parking er ook bij je geclaimd, zeg maar. Dus dan geeft ze je een ticket of waar je moet staan en zo. Ja. Dus dan, ja, weet niet. Dat lijkt mij het makkelijkste in ieder geval, gewoon tegelijk daar naartoe. Klopt. Lekker schudden. Het ziet er wel leuk uit. Ik vind die effect altijd wel leuk van het schudden. Ik vind één ding waar ik wel heel knap vind, is dat die ook gewoon instant droog is dan, hè? Ja. Als het goed is, is dat met precision farming niet. Dan moet het ook echt legit drogen. Als dan gaat regenen en ben je fucked, dan moet je nog een keer. Ja. Yep. Stroom, je moet echt heel erg het weer in de gaten houden en dat soort dingen. Ja, nu hebben we niks met de weer te maken. Ja, als het regent, dan mag ik niet oogsten. Ja, dat is het enige wat we nou hebben, ja. Regen is... Ja, kun je wel oogsten, minder opbrengst. Met 19 koe inderdaad niet oogst in de regen, maar met 22 wel. Heb je alleen minder opbrengst. Ja. Dit is ook
Hey, de Insign is wel heel precision, maar ik heb aardig wat gemist. Zo precision was het ook weer niet. Ik ben GTA 1 aan. GTA, oh ja. Die heb ik nog steeds, dat is best wel geinig spel. Die heb ik niet. Ja, ik ben ooit, ik kwam ooit een keer ergens een linkje tegen, dan kon je GTA 1, 2, 3 en 4? Dacht ik, oh nee, niet 4. 4 kwam toen uit. En toen kon je GTA 1, 2, 3, Vice City, Liberty City Stories, wat destijds allemaal onder 4 zat, zeg maar, kon je allemaal claimen voor €2,50. Maar die moest je claimen op Steam. En toen heb ik Steam aangemaakt, blijkbaar. En dat geïnstalleerd. En toen nooit meer naar omgekeken, want ik was altijd gewoon spelletjes aan het spelen op schijf, zeg maar, op de computer. En toen op een gegeven moment zei iemand tegen mij van, ja, je moet Steam installeren en bla bla bla. Ik had gezegd, nou ja, ik zal even kijken, weet je wat het is. Ze wou ik mij aanmelden en stond erbij van, ja, dit e-mailadres is in gebruik. Ik dacht zo, hé? Dat was een paar jaar daarna, 7, 8 jaar later of zo. Ja. Yeah. En toen wachtwoord opgevraagd en toen kwam Steam er dus voor met al die GTA's. Ik dacht, oh verrek, ja tuurlijk. Toen dus alle GTA's had ik dus toen. Oh, wat geinig. Leuk, toch? Ja toch. En sinds die tijd ben ik aan het verzamelen geweest en daar heb ik inmiddels bijna 300 spellen op mijn dingen staan volgens mij. 250 weet ik wel. Dat doe ik je niet na. Ja. Ja, ik koop heel vaak spellen die dan 3-4 euro zijn en dan koop ik ze gewoon en dan komt vast wel een keer van pas. Of voorheen ook had ik alleen maar een laptopje en dan kon ik Lara Croft kon ik helemaal niet spelen. Dat was veel te groot voor mijn laptop. Maar ik kon hem claimen voor 4 euro. Dacht ik, nou doen we gewoon, weet je wel. Alvast. Ja, en 2 of 3 jaar later had ik eindelijk een PC en toen kon ik hem pas spelen. Maar toen was dat spel nog steeds 30 euro en ik had hem nog steeds voor 4, dus ja. Dat was wel geinig. En het is donders mooi spel. Weet ik niet. Ik wel, want ik heb hem al meerdere keren gespeeld. En op de Xbox en op de PC. Wel geinig. Oh ja. Voor de Xbox had ik hem ook kon je hem gratis claimen een keertje. Via Xbox Live dinges. Ik doe er eigenlijk nog niet zo heel veel mee. Maar je kunt de laatste tijd best vette games krijgen via Epic Games. Gratis. Dat is... Via Instant Gaming ook trouwens. Hoe? Ik zeg via Instant Gaming ook trouwens. Viel een link in de chat. Goedkoper. Ja, goedkoper. Nee, goedkoop, ja. Maar ik wil hem toch even gedeeld hebben. Ik hoorde mijn naam. Ik was er niet. Mijn vrouw hoorde mijn naam. Die zei hem in de chat. Oh! Dat was ik niet. Ik was het sowieso niet. Nee, ik ook. Hoe gaat het bij jou? Heb jij de mooie rostrek laten zien dan? Dan moet ze even kijken. Ja. Als ze zegt ja, het is op te trekken. Ja, ik heb een cadeautje gekregen van Puck. Oh ja, eigenlijk we. Ja, delen. Ik vind hem ook leuk. Ja, daarom. Dus we, Puck heeft voor Puck en mij. En de boer heeft voor de boerderij. Voor de boerderij. Hij is te aardig voor mij. Maar je bent blijkbaar bij het aardig voor mij. Hoe zit dat dan? We kijken hoe goed ik hem help. Dit is zijn boerderij, ik help hem. Je bent niet bij ons op de boerderij bezig. Je bent opdrachten aan het doen voor iemand anders. Oh ja, shit. Ik zit onze boerderij te doen. Helemaal in mijn eentje. Oh. Maar, ja, echt hè. Oh. Ah! Maar de opbrengst van hier zorgt ervoor dat we eerder een nieuwe saaimachine kunnen halen. Ja, dat is die tenminste een meter breder is. Eentje 1 meter, dat mag wel 10 meter breder zijn hoor, dubbel. Nee, extra de boven. Ik moet nog 4 keer heen en weer en dan eigenlijk nog reststukjes. Maar ik wil aan de ene kant wel graag die reststukjes doen, want dit is gras, dus dat valt veel te veel op dat ik wat gemist heb. Ja, al dat kleine beetje opbrengst heb je nodig. Oep. Nee, maar het ziet er gewoon niet uit, al die zwarte strepen ertussen, weet je wel. Klopt, maar ik ben bijna klaar met schudden. Ik denk dat ik 2 keer op en neer moet. Ik ga 1 km/u sneller dan jou. Dat is het. Ik ga 14. Ik 15. 15? Ja, schudden hè. 15. Ik ben ook aan het schudden. Als ik in de trekker zit, kijk mijn schudden dan. Oh, ik zit weer met de lag te kutten. Nee, misschien met oh ja, ja. Ik ja. Oh. Hey, ook als ik deze kant op rij. Ja. En de andere kant is niks aan de hand.
Ik weet niet wat het is. Farming. Dat er te veel bomen staan ofzo? Je heet farm manager? Ja, ik ben farm manager. 2021, wat ik voor het spel, 22. Ben ik aan het spelen. Ik speel wel echt. Oh, jawel. Ja? Ja, 's ochtends gauw eventjes. Dan ben ik wakker, dan ga ik douchen en dan ga ik gauw eventjes iets in de tuin doen. Wat moet, ik ben met de auto aan het spuiten namelijk, dus dan spuit ik alvast een paar laagjes erop. Het was de auto aan het repareren met veel primer. Dus dan spuit ik een paar laagjes op en dan kan het een paar uurtjes drogen. En dan ga ik ondertussen Farm Manager spelen, series kijken. Ik heb vakantie, dus mooi chillen. My Penis Fly zegt dat je maar één kant moet op gaan rijden dan. Ja, dat was het ook inderdaad de bedoeling, maar ik vind het zo raar om ook je achteruit te rijden weer. Achterwaarts inzaaien, weet je wel, dat werkt niet. Echt hè? Ja. De helft van de tijd hoor je dan piep, piep, piep. Ik heb geen piep piep in mijn ding zitten, dus dat scheelt weer. Nee, klopt. Geen piep piep. Swippelig. Je komt destijds kon je van die lampjes kopen. Ik wou zeggen, ik kon niet naar mijn moeder kijken, maar mijn moeder krijgt toch een Twitch, dus dat scheelt weer. Je kon een tijdje geleden bij de Action van die lampjes kopen, waar een piepje in zat. Die kon je dan in je achteruitrijverlichting doen. Hier, grote vraag met Johnson. Nice. Afschiet, Swippelig. Afschiet. Maar je kunt dus van die lampjes kopen met een piepje erin. Als je die dan in je achteruitrijverlichting doet, dan gaat die piepen. Ik wil zo graag die lampjes kopen en sneaky in mijn moeders auto doen. Want ik ben op mijn moeders auto aan het oppassen, die is kapot, die ben ik aan het fixen. Ja. En dan als ze hem terugkrijgt, dan rijdt hij eerst een keer achteruit. Dan hoort ze dus piep, piep, weet je wel. Dat lijkt me zo leuk. Wat houdt je tegen? Ik kan ze dan niet vinden meer. Dat houdt me tegen. Satisfying. Satisfying. Kijk dit. Oh. Kijk. Stop it. Get some help. Watch your profanity. Nee. Het is geen 18 plus stream, hè? Oh nee, klopt. Ik deed het zelf door, hè? Niet van, maar ik bedacht me dat in één keer. Dus ik, oeps. Oepsie. Ja, bij My Peanuts Fly, als ik achteruit reed, dan ligt mijn bumper los en de piepjes doen het niet meer. Heb ik dat verteld? Nee, heb ik niet verteld. Ja. Je mag het vertellen, staat het gelijk op stream, voor het bewijs van later. Ja, mijn vrouw die heeft schade. Ze is in de kont gereden. De kont gereden? Van auto. Ja, dat begreep ik ook, maar je zegt dat zo raar. Maar ze heeft dus zelf geen schade gereden, iemand anders dus? Ja, iemand anders. Oh. Maar dat is wel kut. Ja. Veel schade? Ja. Nee, is al opgelost, ja. Oh. Ja, is niks aan de hand. Dus ik weet niet waarom ze dat zegt. Maar nou is het eigenlijk grappig geworden. Ja, is vaak achteraf als het allemaal opgelost is, ja. Ja, toch. Ja, maar ach, ze zegt nieuwe kont. Nieuwe kont. De auto heeft een nieuwe kont. Ja, het moet toch gebeuren. Het zit in mijn bloed. Wat in je bloed? Schade rijden? Ja. Nee. Herstellen bedoel ik, sorry. Nee, ook niet. Oh. Nee, maar webcam gaat uit. Dingen doen die niet mag. Dat bedoelde die... Nou. Erg, hè? Ja. Oh, afslag. Ah! Sorry, bijtjes. We moeten trouwens die pellets even weghalen van de. Wanneer kunnen we die stomme honing verkopen? We hebben bijna een hele kast vol. Oktober, dat kan heel goed zijn nu. Ja, kijk even. Kijk even. Februari. Ah, dat kan helemaal niet goed zijn nu. Ik zou het nu niet doen. Nee, maar we moeten ze wel even weghalen, de kast is bijna vol. Ja. Zullen we straks even naar kijken. Nou, ik ga banen maken. Ik kijk met mijn laatste strook bezig. Oh nee, toch niet. Ik moet die één kop pakken nog eventjes straks doen, maar... Nou, dan kun je kijken. Ik heb mooie first person. First person. Oh, die lag begint al wel. Ik heb het idee dat er de bomen komt, dat ik te dicht bij de bomen rij ofzo. Want hier zijn wel heel veel bomen deze kant op. Ja. Dat je al die bomen inladen, weet je wel. Ik kijk er niet aan vanaf. Dus ja, anders ga ik een keertje afstream een lading bomen daar in het vette weghalen. Nee. Om en om gewoon een paar bomen weghalen, weet je wel. Er staan er toch nog bomen, maar toch minder. Ik heb het vaak ergens gelezen dat bomen problemen kunnen opleveren. Volgens jou? Ja, dit ding waar ik nu mee rijd, die banen maken. Ja. Zwaarden. Ja. Die zit nou tegen een lantaarnpalen. Ja. Maar daar was er vorige keer iets mee, weet je nog? Dit middenstuk deed hij niet. Er was iets meer met die? Was dat niet met die?
weet ik niet. Maar deze lijkt me heel erg breed. Dus dat is wel gaaf. Ah, ik lukt niet. Wat verdikkie. Kom hier. Met dat handje? Met dat handje? Ja, ik zag het wel. Nee, dat was Jedi Force. Nee. Zag het wel. Ik heb bewijzen. Vis. Ik heb getuigen. 2 bij mij, 5 bij jou. Oh, ik zit tegen de boom aan. 5? 5 staat er. Nee, niet. En bij mij staat 5 bij jou. Bij mij is het bij jou. Nee, eentje is ghost. Niet probably ghost, maar ghost. Definitely ghost. Dat is definitely ghost, ja. Ja, het komt omdat ik gewoon satisfying velden ging maken. Oh, ik ben al. Dan moet ik niet vergeten dat ik er niet voorbij ga rijden. Moet je kijken hoe breed dit ding gaat worden. Dit is mooie apparatuur. Soms dat huren is wel leuk. Ik ga even zo een rondje rijden. Nee, ik ga een andere kant beginnen. Even kijken, zo. Even mijn streamdeck gebruiken. Kijk, zo. Mijn vleugels gaan omhoog. Mijn vleugels! Ja, dat is nou deze. Toch? Nee, deze is anders dan wat jij had. Ik heb het gevoel dat wat jij toen meer reed breder was nog zelfs. Geen idee. Het lijkt allemaal op elkaar. Oh, ja. Ja, zo, ook wel weer breder gekomen. Kijk, aanzetten. Ja, maar ik wil niet naar links. Hoe kies ik dat? Welke knoppie? Zo boven F1 moet je dat kunnen zien. Ja. Volgens mij moet ik nog mest erop gooien. Hallo? Hoi. Werkmodus aan uit, zal dat het zijn? 50%. Ei, ja! Oké, okay, dan gaat hij naar die kant en dan ga ik in het midden. Yes! Sexy, nou is het breed. Je hebt een mestding, heb je weer teruggezet? Ja. Dory. Mestding. Mest. Oh ja. Beginneling. Ja. Hebben ze nog één keer nodig, dan zit hij er 100%. Oh ja. Ja. Hoe kijk eens aan het beeldje. Ligt me iets verbeterd in Precision Farming, dat je ook het vochtgehalte van je grond goed moet houden, dus ook gewoon water moet sproeien en zo. Jet. Bedenk ik me nu. Ja, we moeten ermee bezig. Je hebt vakantie, ik heb vakantie. Ik had vakantie, dus mijn laatste vandaag is zaterdag. Ik heb geen vakantie, maar ja. Ik heb weekend. Ik heb... maar vanavond misschien, even kijken. Nee, dit weekend red ik niet. Nou, dan maandag. Dinsdag. Volgende week kijken. Volgende week drukke week, maar mijn chef heeft daarna naar vakantie, dus er moet overdracht gebeuren. Oh. En ik heb dus een week gemist, dus moet eventjes een beetje... Weer overwerk. Kijken. De kans is groot. Ja, ik weet dat hij gereserveerd is van contactwerk. Ik draai alleen een rondje. Jammer dat het spel dat niet ziet. Ah. We hebben geen mes meer. Hoppakee. We hebben geen mes. Dit gaat echt snel. We hebben geen mes meer. Wat? We hebben geen mes meer. Ja, we hebben genoeg zaad. Gebruik maar zaad. Wat? We hebben nog steeds 8 zakken. Dus 8 zakken zaad. Ja, sweet. Ging iets mis. Maar ik heb nog 500 liter mest, dus ik hoop dat het... Nee, dat kan niet. Volgens mij gebruik je per keer gebruik je iets van... 400. En je moet 3 keer op en neer. Of 3 keer heen en weer. Zoiets. Zo. Kijk hoe gaan. En we gaan het zien. Punk is aan kleuren. Oh, nou kan ik een shoutout doen. Die komt wat effectief over. Shoutout. Punk, doe het, please. Ja! Hey, dankjewel voor de shout-out. Zo. Als je een andere point of view wil zien. Erbij, je kunt gewoon erbij. Erbij, 2 schermen aan. 2 schermen, ja. Ik heb of hier nog een shoutje voor Smipply. Hij staat ook in de titel, daar nou, niet van. Maar... Of wat Andrea Londe, PC en telefoon. Ja, dat zijn allebei wel natuurlijk ook. Ja, knooi met dat ding. Ik vond dat deze contract best lekker snel gaat zo. Volgens mij hoef ik dit spel niet te vreppen. Nee. Dat is mooi, hè? Hooi er niet vreppen. Nee, ik kan die nog wel even aandoen. Ja, ik heb alleen geen visuele in real life beacon, maar dit spel Ja. Hij was onderweg, heel late leeftijd.
Wat, de beacon? Ja, wachttijd weet ik, is onbekend. En besteld? Nee. Oh, wat? Jij had er ooit over. Oh, ja. Oh. Oké. Nee, misschien ooit. Cadeautje van mijn vrouw. My peanuts? Fly? Beacon? Het is ook net als je zegt my peanuts. My peanuts. Ja. Zo, peanuts. Nee, niks. Er is niks. Sneak, je hebt achter wat mee te kijken. Ze hoorden me net dubbel, want ze zat achter. Ja, peanut. Ze schreef peanut in de chat. Peanut was mijn hamster. Onze hamster. Sorry, onze Heb je die meer laten vliegen? Nee, onze hamster die liep weg. De kooi was... Het was geen hamsterkooi. Ah. Dat was... Het verkocht als een hamsterkooi. Dat is weggelopen, ja. Klopt, het is nu een wild hamster. Waarschijnlijk een lachje. Een snackie geworden. Sorry dat ik zeg. Een van mijn ratjes was weggelopen. En twee of drie weken later zag ik in één keer zo'n valkje vliegen met iets wits in zijn bek. Want dat was een witte rat was dat. Ik denk haast dat hij heeft gevangen. Wat heb je erbij geschreeuwd dan? Iets smakelijk? Ja, nee, het is pech hebben. Shit happens. Het zijn de horden die waaiden open en er ging de beesten van door. Dobber. Sinds die tijd zet ik er een stoel voor. Ik kan niet meer loswaaien. De beestjes vinden het zo leuk om los rond te lopen. Nou. Mooi heeft inderdaad niet geholpen. Hè? Nee, allemaal pinda's in huis. Pinda'spoor. Nou, dat hielp niet. Peanut was gek op pinda's. Ah, oké. Okay. Allemaal stekken. Ik vind dat huisje. Moet gewals worden, Smippeling. Laat me zitten. Doe me niet. Jawel. Nee, ik kom eraan. Ik ga niet. Wie is wel die wals is vanavond? Ik denk net zo smal. De zwan is ietsje smaller dan de. Dan de zaaimachine. Oh, ik ja. Ik heb een uur wat op het veld gereden hier. je bent bij de schaapjes thuis hoor. Moet ik nog wat meenemen van de winkel? Ja, de palenmaker. Palenmaker, oké. Okay. Kijk, de roze trekker! En als je hier bent, ben ik volgens mij al hiermee klaar, dus ik ga ook die kant op en dan kan ik ze oprapen direct. Jezus! Ik kan ze even snel, bijna 15.000 verdienen, hoop ik. Dan ja, we gaan het zien. Waar. Waarom tel ik hem op? Ik kan gewoon doorrijden. Ook al krijg ik de waarschuwing, het is gereserveerd. Dat maakt me helemaal niks uit. Nee. Het klonk een beetje als een stemmetje van, what's your profanity? Echt? Nee. What's your profanity? Nee, absoluut niet. Maar hoor je wel. Gebruik hetzelfde stemmetje. Hoor je wel. Hoor je wel. Azo? Het gaat niet snel. Het is een lange dag. Het was gewoon 24 uur licht. Nee, valt op mee. Het is al 3 uur in game. Netjes 10 gezet, niet eens laag. Hè? Ik had hem op 15 kunnen zetten, maar... Had je wel kunnen doen, de laatste keer zet je hem op 120. Moest ja, maar toen hadden we de hele dag gemist, zo'n beetje. Oh ja, klopt. Toen kwamen we pas tegen 11 uur achter of zo dat we er niet aan hadden staan. Maakt niet uit. Hey, de keur wel. Zie dan wat het leuk is dat je die mod hebt. DLC bedoel ik. Oh ja. Kunnen wij ook de keur wel shit gebruiken? Ja, ik heb geïnvesteerd. Oeh, dat gaat niet goed. Dit is niet satisfying, sorry. Ogen dicht. Okay, nou kun je de ogen weer open. Ja, ik merk het straks aan met oppakken. Ja, het kan zijn dat je asjes moet maken. Met de schaapjes was je, hè? Ja, met de schaapjes oversteken. Ja. Eerder al. Oh, één keer? Ja, ik zou daar door gewoon alsof je naar huis gaat, maar die brug zou ik oversteken. En dan moet je de kanaal volgen. Ja, maar dan kan ik ook eentje verder. Ja, klopt. Ja, zo kun. Alleen bij de schaapjes ga je over het zandweggetje nog een stukje. Oh ja, maar dat weet niet. Je hebt trekker, hè? Een trekker, geen race mooi, maar een trekker. Je kunt direct achter me aanrijden. Nee? Oh, chips, ik ben te breed. Oké, je kunt niet gelijk achter me aanrijden. Hi. Nee, je kunt wel gelukkig, maar... Ik weet niet, ik begin... Nee, ik kan toch weer aan de andere kant gewoon beginnen.
Dat klopt. Dit was mijn laatste streepje. Even strak langs de bol. Nee! Fuck sakes. netwrap. Wat? Ja, die netwrap. Die net. Dat net. Het net. Staat dat er niet bij? Nee! Fuck. Nee, komt omdat het een mat is. Ja. Daar houdt het contract niet rekening mee. Nee, doppel. Gaat hij weer, hop, terug. Maandag. Maandag. Echt hè? Hier, proost met Lee. Ja. Slok. Ik hoor je trouwens niet meer drinken. Een slurpen. Ik hoor wel veel bijgeluidjes. Mee. Nee. Er gaat niks aan de hand, er gebeurt niks. Ik rijd netjes op het asfalt hier zo. Die stenen zijn geen asfalt. Nee, ik rijd hier op het asfalt. Nee, dat deed je niet. Jawel. Je moet nou kijken, niet net. Goed spoel, replay. Nee. Hadden we hier al niet een pallet samen net, of hebben we die toen meegenomen? Meegenomen. En we staan heel wat bij ons. Geen pallet maar, denk ik. Maar... Nee. Maar we hebben nog steeds niet hoeveel bijvullen. Volgens mij zijn ze niet duur, toch? Geen idee. Ik ben op de terugweg. 700. Is dat net wrap? Twine, nee. Lek. Je komt wrap en bij mij begint te lek. Ik kom helemaal niks. Kijk, dit is asfaltrijden. Kijk, en dan heb je zo'n uitsparing. Dan kun je net meepakken. Ah, 3000. En dan red ik dit net langs de boom. Ja, zie je? 3000. Ja, kijk al. We kregen heel veel. Toch? Ja, hele pallet vol. Nou, laat deze pallet maar hier staan. Dan komen we weer van pas. Ja. Dit halen we ook wel. Even een oversteek, zo. Zo. Niplift aan. Dat is een gekke wandelspoor hier. Beetje shortcuts, lijkt het wel. Ik was er niet. Was me. Kijk me daar staan. Zet ik deze wel aan die kant ernaast. Ik ben die netwrap aan het bijvullen. Oké, één rolletje is dingen. Dus je kunt hier dus, als het goed is, 3, 5, 8, 9, 10 keer dus meevullen. Nou nog 9 keer. Ja, ik kost even voor je langs. Ja, en nou is het voor mij een achtervolging. Ja, zwaar liggen. Kijk hoe snel dat ding voor jou kan vullen. Ik zal hem wel op grote balen zetten. Gaat wel sneller. Gaan we even kijken zo. Deze überhaupt ingesteld kan worden. Ik weet wel. Moet gewoon. Ze zijn niet allemaal instelbaar. Oh. En ik wil heel graag die ene andere keer wel proberen. Ik doe een paaltje in. Die kun je gewoon neerzetten. Dan kiep je aan de voorkant gewoon het gras erin. En dan komt aan de andere kant gewoon de bal eruit. Oh. Dus hoef je niet zelf te rijden. Oh. Geinig. Ja. Mij lijkt het leuk om een treintje achter iets te hebben. Dus dat je een balen oppakt, zoals dit, daar ga ik... Oh, dit... Ja, grote kan ik niet kiezen. Wat is de krap? Ja, ga ik niet hebben. Grote kan ik niet kiezen, dus... Hoe groot zijn ze? 125. Geen idee, want dan kun je niet kiezen. Ze kan niet zien. Kleintjes. Ja. Ik had allemaal grote apparatuur. Haal ik het nu dan? Ik wil heel graag in third person kijken, maar ook al wil ik dit weer heel graag in first person. Third person? Dat red ik wel. Ja! Hij heeft ook nog zo'n leuk deuntje, kan muziek af de achtergrond. Dit gaat niet snel trouwens, want hij moet nog gevrept worden, weet je wel. Dus het duurt even iets langer. Oh ja! Ja. 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 Hoe Bart? Bart? Ja, weet ik niet. Naampjes zit even gauw. Mas Harm. Hoe Harm? Ja, dat is de standaard weer. Ja. Is bekend, iedereen kent hem. Ja. Boer Harm houdt van disco, hoor, nee. Toch? Wanneer? Toch? Dat is een liedje, toch? Goed aangang beschadigd. Je hebt wel meer beschadigd. Nee!
Ja, nee. Zal ik de eerste streams even opzoeken op YouTube? Nee. Hier heb je YouTube. Moet je bij mij eens kijken bij de allereerste afleveringen van dit. Godsamme. Alles ging kapot. Alles. Jojojojojojo. Er zit wel niks aan de hand. Jojojojojojo. Oké, dit kan ik allemaal in first person. First person? First person ga ik even netjes doen zo. En dan... In één keer is de bal gekanteld, maakt niet uit. Huh? Nee, hij staat horizontaal. Hij staat op het dwars. En in één keer staat hij met een lengte. Nee. Nee? Ik heb weggegaan, dat is veel lag. Niet op de stream. Nee. Ja, de game ook niet, maar... Ja, het is echt verschrikkelijk hoor, ik weet niet wat het is. Dan zou ik gewoon een paar bommen in de verte weggooien, die we toch niet nodig zijn. Ja. Of tussenin dan een paar bommen weghalen. Dan is die 3-3 naar achteren gedrukt. En dan komt er weer 3 bij. Gas erbij. Hoeveel bal heb je nou dan? 4? Ja. Oh, elk procent is 1 bal dus blijkbaar. Dat is nou 96%. Oh. Kijk, je kunt 100 balen uit één zo'n ding halen. Maar kijk man, dan kun je gewoon 1000 balen uit één zo'n pallet halen voor 3000 euro. Dat valt nogal mee dan. Ja. Maar we hebben ook nog steeds niet die van ons bijgevuld ofzo. Nee. Kunnen we? Jij mag dit deel even overnemen, Smipley. Waarom? Moet je anders naar de wc. Dus begin jij vast even met balen. Dat is balen. Ja. Loop ik even naar een boom heen. Ga jij maar even bij een boom staan? Ja. Zo. Oeh, dan mag ik in de dikke trekken. Black on black on black on black. Black on black on black on black. Ja. Even pipi maken en dan kom ik zo weer terug. Ja, ga je maar pipi. Ja. Dus mensen kunnen in ieder geval nog heel even in de wissing rijden. Dus tot zo. Ah ja, ik verdwijn wel achter de bom. Even kijken, dan moet ik wel altijd stoppen. Oeh, dit is goed. Nou, dan zie je de meters, die gaan omlaag. Dat kun je volgens mij op mijn stream heel leuk zien. Hey, dan kan ik hem eruit gooien. Zal ik dat even doen? Paal los. Als je wil weten wat ik aan het doen ben... Oh, wacht. Dat kan ik nu niet zien. Ik heb mijn kanaal helemaal niet aanstaan, sorry. Dan weet je helemaal niet wat ik doe, maar ik kan nou dit doen en dan kan ik dit doen en dan kan ik dit doen. En dan kun je als het goed is zien wat ik allemaal doe. Alleen staat hij volgens mij in spiegelbeeld. Maar get. Ik heb mijn best gedaan. Ja. Heel leuk streamdeck. Niet alleen voor dit hoor. Het is ook shortcuts voor dingen die je op de PC kunt doen. Oh, moet ik nog even één keer dat knopje drukken. Zo. Ja, dit ding is niet snel en ik mis nu wat al. Geeft niet, alles komt goed. Naked! Verdachte kermalle stem. Ja, dat klopt. Voor jou wel. Nou, hoe is het met Rickert? Zijn we weer? Oh, oké. Je kunt me alleen niet zien op jouw stream. Nee, ik zag het je. Oeh. Ik heb het goed. Kijk, breed. Wil je dit weer overnemen? Is jouw trekken? Oh, mijn manier. Ik kan ook gewoon veel ballen pakken. Deze gast, die is. Wacht. Zal ik even. Wink. Wink. Zo weer dan. Dan kun je tenminste zien wat ik aan het doen ben. Ik ben papa geworden, hè? Alweer. Het is allemaal weer gebeurd. Het is afgelopen... Niet afgelopen vrijdag. Vrijdag erop. 1 september. Lekker ver in de nacht. Dat is de laatste hoor. Dan wordt het dichtgeknipt. Oh, hij draait hem bij. Dat bedoel je. Gewoon kwastslag. Ja. Dus... Dan gaat het niet meer opzetten. Je dat bedoelt. Ja, trekker klinkt wel geinig trouwens. Ja. Dus jouw trekken. Ja, oké, okay, maar het lijkt anders te klinken of ik ben gewoon helemaal gewend aan Oh ja, dat klopt. Deze is wat stiller. Effectiever.
Sterker, plek op. Langzamer. Oh, hallo. Hallo there. Ja, die kan ik niet afspelen op de dinges. Ah! Oeps. Dat doe ik niet weer. Oh, ik vergeet een stukje. Dat vind ik gek. Ik had super mooi materiaal voor maaien en alles. En dan kom ik met zo'n girl dingetje. Wat? Oh, zo ja. Dat is wel zo. Maar. Je mist het. Eindelijk girl. Alles nodig. Ik wil even een kwartier wachten tot er Fred eromheen zit. Gaan we meters weer. Ja, ik kijk inderdaad naar het bos dat voor mij, weet je, met al die bommen. Dus ik denk echt dat er een bommen ligt. Ik heb nou weer gigantisch lag. Leken? In een stream lag, maar het doet in ieder geval mijn OBS lag, hè? Ja, dus ben, hier ben is er niks aan de hand. Gemist. En geizen. Wat gemist? Okay. Ik had wat holy. Novia. Maakt niet uit, kan ik later wel op, man. Oh, boeie. Het maakt niet uit. Oeh. Oh. Ja? Of verkeersversnelling. Nee, heb je handrem al gebruikt? Niet hier. Ik heb niet ingesteld voor farming. Oh. Moet je eens kijken als de specifiek de hand achterrem kan. Oh. Ik zou stoppen shit. En. Ik zou iets verder naar achter gaan, ja. Je mist heel veel. Ja, dat klopt. Dus ik ga opraad. Ja. Goedemorgen. Oh. Niks aan de hand. Bastard. Wat? Het ging mis en ik heb het opgelost. Oh. Voor me bedrijf. Oh shit. Ah, verkeerde knop. Ik heb de verkeerde knop ingedrukt, dus we moeten ze even hier uitladen en weer oppakken. Het zit compleet vast nou. En dan rijden we samen. Voor de mensen die toch nog kijken, dit is niet de bedoeling. Nee, maar zo gaat het vaak wel bij ons. Ja, dag. Heb je nou... Ja, zeg ik, druk de verkeerde knop in en dan gaat hij hem uitladen. En dan stopt hij. Ik heb die tegenhouden. Nee, dat is erom. Dit biedt mij tijd. Tijd om fatsoenlijk rustig te werken zonder geprobeerd opgetild te worden. Ja, maar het stomme is, ik kan hem hier niet aanzetten op een of andere manier. Dan moet ik via toetsenbord doen. Oh. En normaal gesproken moet hij met de trigger moet hij aangaan, maar dat doet hij dus niet. Dus ik weet niet wat het is. Oh. Maar de trigger is ook voor het uitladen, dus het is een beetje lastig, het is een beetje dubbel allemaal. Ja. Niks aan de hand. Rappen. Met zo'n geluidje geloof ik dan niet. Er is niks aan de hand, het ging goed. Ik mis niks. Ja, andere plekjes, maar dat maakt niet uit. Ja jongens, we hebben geld nodig. Echt hè? We hebben een hele dikke lening, maar we hebben ook een hele leuke apparatuur. Kom maar. Ja. We hebben een leuke apparatuur toch? Ja, is goed. Nou, inmiddels wel. Maar we zitten inmiddels ook... We zitten inmiddels 500.000 in de min. Oh, dat is maximaal wat je kunt. Oh. Wat hadden we dan in wat late avondjes? Jeetje, jij moest op tijd weg. We konden zo nog een contract oppakken. Nee. Dat gaat niet lukken, niet? Dus na deze dan is het afgelopen. Ja. Echt? Dat is op tijd. Ja, in een half uurtje dan dat toch niet. Dan moet de boel nog opruimen. Kunnen de honing nog even inpakken? Die kunnen op de kleine trailer zetten van de ATV. En met die ook vast klaarstaan. Ben je nog steeds bezig met het opruimen van? Nee, ik ben nog begonnen. En dat gaat niet zo snel dan inladen. Nee. Niet als je iedere keer ook nog drie stuks elke keer naar achteren moet schuiven.
gaat goed. Gaat goed. We beginnen aardig donker te worden buiten. Ja, ik zag het. Ik heb tijd al op 1 gezet. Nee, dat mag niet. Gewoon nachtwerk van maar. Veel verdiend. Too late. Waarom doe mijn achterliggen nou niet meer? Ja, ik doe mijn vluchtig ook na 10. Oh, sorry. Ik weet niet of iemand dat boertje heeft gehoord, maar... Dat is ja. Niet de bedoeling. Ja. Bah. Zo snel kan ik ook weer niet muten. Ja, scheren. Oh, is het alweer, hoor. Ja. Dus pas maar op. Niet weer proberen op te tillen. Nee. Ja, dat wou ik dus net proberen op te tillen, maar toen drukte ik de trigger in en dan gooide hij alles eruit. Een Klopt. Beetje jammer. Hoppakee. Zo, en weer first person. Dit wil wel een first person. Slokkie. Oh, hij raakt snel vol. Goed ook. Oh, gaaf. £22 dit ding. Oh, dat betekent dat jij na de volgende vol zit. Nee, nog twee keer. 24 passen erin. Dus nog twee stuks. Nog twee te gaan. Trappen. Hoppakee. Nou, 83% heb ik nog steeds. Dat gaat wel goed. Ja. En met wrappen bedoelt Smipply de netwrap. We hebben een netwrap mod geïnstalleerd. Mod. Ja. Dat er niet denkt van mij, ze maar niet gevrapt. Maar klopt. Maar het is netwrap. Het is de netting. Netjes. Houd alles een beetje mooi strak. Ja. Dragen in de box. Oh, ik kan de lijn niet zien. Oh. Misschien kom ik nou eindelijk langs de Geertje heen. Geertje vraagt elke keer, zit ik nog in de bak? Maar Geertje zit inderdaad in de bak. Volgens mij kom ik er nou aardig langs of niet? Dan ben ik er helemaal verkeerd aan denken. Geert. Oh, shit. Dan gaat mijn om. Als het goed is kom je er niet. Je kunt jezelf er wel langs geen forceren. Ja, dat sowieso. Ik hoop dat dat wat jij nu meeneemt voor het contract is en alles wat ik nu nog opraap, extra is. Oh nee, dat komt niet helemaal langs. Niet helemaal, lang niet. In rechte weg naar achteren heen. Oké, de B-knop, niet weer de trigger, want dan laat ik hem weer uit. Nou, daar gaan we. De trage trigger. Dan heb ik eindelijk een snel ding, dan heb jij hem. Sorry. Ja, je hebt een mooi trigger. Ja, fijn ding wel, hè. En black. Kunnen we het vaker zoeken? Nee, of niet. Dat is balen. Jij bent aan balen. Ik ben, ja. Want jij mag dan niet met mij trekken, dus jij baalt dan. Ja, ik baal met je trekken. Ja. Ik baal op het moment ook met jou trekken. Knaken ding. Nee, het is jouw oude trekken. Nee. Daar heb je al die tijd mee gedaan. Ben hij stuurt naar links heen. Ik zie het. Volgens mij stuurde ik zelf niet eens. Schroot. Schroot, ja. Het was bijna schroot. Nee, het was bijna maat. Oh ja, daar. Ja, dan is het een vroege stop. Stream. We zijn nog niet klaar, we moeten de balen nog doen. De dingen nog doen. De honing. Ja. We kunnen de honing nog doen, maar ik ga niet met extra dingen doen. Nou ja, volgende week tot 12. Misschien. Dan beginnen we wel weer om 9. We zijn vandaag ietsjes eerder. Ik zal even kijken, want volgens mij had ik volgende week wel wat op zaterdag. Ik niet. Ik wel. Dan ga ik racen. Oh nee, Tony, dat is vrijdag en zondag. Oh ja. Dus. Oh, Airsoft. Dus. Nee, gaat niet door. Zou ik eens wel gaan doen, maar ga niet doen. Ik heb de boel niet voor me. Ik heb geen loge. En die is leeg. Wat voor tikkie. Oh. Oké. Ik deed hem bijna op de verkeerde plek. Maar dat was alles voor ons. Is ook niet, hè? Nee, dat was niet alles voor ons. Dan pakt hij hem niet en dan moet ik alles met de hand opschuiven. Ja. It sounds like your problem. En de jouwe ook, maar dat duurde langer.
Nee, oh, ik vind het niet erg als we lang erover doen. Nee, maar dan kunnen we beter bij ons bezig gaan. Wel eens een beetje opstapelen doen. Zo oh, ja. Moeten we Horning even verplaatsen, want die kast is... Sorry, ben ik. Oh, nee, dit echt. Hier moeten ze. Oh, ik heb het grond liggen ook nog aan trouwens. Oeps. Ah. Dat is gewoon een licht. Hij niet van die scènes op de straat. Krappen met dat licht. Volgens mij krijg ik nog twee bouwen. Twee. Nou, we gaan het zien of we geld hiervan krijgen of niet. In ieder geval het contract gaat eraan. Contract voor 20%. Contract 20%. Oh ja, ik zie het nog zelf op. Voltooid, hoppakee. Yes, dat is de eerste 1000. Oh. Oh, 3 palen kan ik nog wel krijgen. Hoe meer hoe beter. Ligt je aardig. Dat is allemaal weer voor ons, dus Klopt. Wacht tot het echt klapt is, anders rijdt daar een brief bij ons boven. Ja, ik hoop wel dat we grote contracten kunnen doen, in ieder geval volgende week. Kijken, het zit nu op 32 palen. Wat 33? Ik denk dat we er 9 extra bij krijgen. Extra. 9 balen. Ahoy is, ja, Ahoy is niet zo veel als Kuil. Nee, Kuil is beter geweest, ja. Maar, weet je wat dat is nog mooi meegenomen. Kuil, verkopen van Kuil. Het wordt gezien als instant Kuilvoet, terwijl dat je eigenlijk normaal moet wachten. Ah, fuck. Ja. Ik ga niet verder opraden, want ik krijg hem niet meer vol. Denk ik, nee. Met alle kleine beetjes die ik nog heb laten liggen. Ik zit helemaal vast tussen de brug en de auto's en... Oké. Sorry. Auto van links, voor, achter, rechts, brug. Ja, als toch geen bal meer volkomt, dan kan ik stoppen, ja. Het spits. Echt, hè? 6 uur. Het later spits. Ja. Maakt niet uit. Wat je wel zou kunnen doen is alvast, als je de boer hebt teruggebracht, naar onze boerderij gaan en dan die platte trailer even leeghalen. Kun je daar de honing weer op gooien? Ja. Dat juist. Kan al. Dan heb je in ieder geval over wat te doen. Met je hand trekken? Dat is in de voorvoordeel ook. Ja, die rode heb je ook nog liggen trouwens. Oh ja, bij die... Oh nee, niet bij mij. Ja, nee, ja, je mag ook met mij trekken, maar die ATV staat ook nog bij de winkel, hè? Mm. Dan neem ik de ATV wel mee. Ja. Oeh. Oh, fuck. Oh, wat zuurt. Zult op. Ik heb de stream. Dankzij de bom ben ik Ik was echt netjes aan de kant nog. Ik raakte net de bom aan. Het ging helemaal goed. 4, 5, oh, er zijn heel veel balen hier. Ja, 9. Oh. 9. Ik zei niks anders dan 9. Ik verstond jou. Oké, dank je. Ik heb geen zin in ruzie. Nee, dat kan je beter niet hebben. Nee, daarom. Ik praat snel zo. Yo, I know. Zoals als je dan je vrouw's Twitch-naam zegt. My penis lang. Wat zijn er al 5? Waar zou ik die netwrap even neerzetten? Deze kan ik gewoon niet neerzetten. Zet gewoon naast die groene trekker, dan zien we hem in ieder geval staan. Je mag hem ook laten staan trouwens, dan wil je hem zeker nog niet vergeten. Oh shit. Ja, dan zien we hem in ieder geval staan, weet je, dan vergeten we hem denk ik niet. Hoe ga ik dat doen met deze trekker en de ATM? ATM? De ATV? ATV. Maar dit is niet onze trekker waar ik in rij. Ja, jij niet, ik wel. Nee, maar ik ga toch terug naar de winkel in. Dan kan ik toch de ATV pakken of de trekker. Maga. Ja, je ATV pak jij. Ja, ik vind het goed. Daar rijd ik nog naar de honing toe, maar... Ja, want ze zeggen dat het deze groene mijn trekker is, maar dat is helemaal niet zo, want er is de leentrekker. Bijna. Dat is de leentrekker. Ja. Nee, mijn trekker, jouw trekker, tot deze trekker. Nee, maar we hadden net ook over die groene. Zei je van, dat is jouw trekker. Is dat helemaal niet, was niet mijn trekker dit. Oh, maar ja. Maar ja. B. Dat is niet mijn trekker. Nee, helaas. Nee, dat is de leentrekker, dus erom. Kom ik nou pas achter hoor, ik zit even te kijken, want ze hebben geen kenteken op je. Geen kenteken? Nee. En wel nog voor de weg rijden. Niet mijn kenteken in ieder geval. Oeh. Nee. Het kan allemaal in Drentse vaart. Oh, je hebt veel knopjes in je trekken. Ja, ook aardig wat hoor, kijk daar.
Jij? Het is niet van mij. Trekken. Ja, mijn broeder is trekken, maar jij hebben geen. Bij de slot erin. Strekkelingen was gewoon, dat wel weer. Schoon afleveren, toch? Zoiets. Heb je je webcam verplaatst, of lijkt dat zo? Oh, het kan heel goed zijn dat ik hem heb aangetikt. Is dat rechts? Je stond eerst links toch bovenin? Stond je webcam niet eerst links bovenin? Ben ik er wel? Nee, als goed is staat mijn naam er wel onder. Ja, dat klopt. En die staat fixed. Oh, oké, okay. Ik heb alles fixed. Oh. Ik sta ook fixed aan de brug op het moment, maar niet meer. Oh boy. Me and the bridge were one. Maar grijs, koolzaad, nee, dit is geen koolzaad. Gerst. Nee, dat is koolzaad. Wat? Dat kleine veldje rechts. Oh ja, dat is koolzaad, ja. Er komt straks weer gerst in, voor de kippies. Ik wil helemaal niet uitstaan. Kom je erbij? Nou, daar gaat hij. Rest van opbrengst. Ik accepteer de dingen straks zelf wel. Heb je de ATV dan neergezet? Nee, dat kan niet, maar je hebt de trailer niet meer genomen wel. Trailer? Ja, ik zei dat kun je op de trailer van de ATV gooien. Dus het is maar niet handig dat je nog die hebt meegenomen. Allebei niet over nagedacht. Ik kan niks anders. Wat kun je? Ja, je hebt je eigen trekker. Ja, maar dat maakt er niet uit. Ik kan met de ATV komen, met mijn eigen trekker. Ja, ik moet toch wachten. Oh wel ja, anders had je met de ATV alvast die trailer kunnen... Want je hebt zelf ook nog een voorlader op je eigen trekker zitten. Oh, dat ga ik doen inderdaad. Ik ga alvast die trailer leeg worden. Ja, zeg, doe dat vast. Dan zet ik dan kunnen die pallets kunnen in principe wel op die kleine trailer blijven staan. Dat maakt niet zoveel uit. Ja, klopt. Maar ik vond het op zich wel een mooi dingetje ook. Gewoon voor dat soort dingetjes wegbrengen. Weet je, een paar pelletjes of zo voor Noord. Of de honing. Honing gaat dan niet zo heel snel. Dat is weer trekker. Daar is weer trekker. Daar. Oh, ik zie niks meer. Hoe daar is de winkel? Ik al, waar is die winkel? Ik heb de kast langs in. Bij de W. De W van winkel? Ja. Kan ik dat aanrekje hier achter koppelen? Of past wel? Past wel, maar ik ben toch klaar hier, dus ik kom eraan met de ATV en dan... Weet ik, maar ik kan het bijna niet afgrijpen zo. Oh, ja. Op die fiets. Ja, nee, maar ik zou er gewoon achter moeten komen. Oh, schattig! Sophia. Oh ja. Menu. Die is afgerond. Verzamel 10k, hoppakee. Oh. Gaat gelijk 20k naar de lening heen. Ja. Helaas. Daar werken we voor de lening tot nu toe. 20k, 10k. Wat? Oh nee, 20k ja. Ik zal het denken. Jee, ik mag in dit ding rijden. Yes. Zo, goed opgeleid. Naar de hoogte nog. Lampjes ja. Beacon zit er helaas niet op. Red ik dat niet? Ring. Maar waarom red ik dat niet? Wat red je niet? Om twee zakken in één keer op te pakken. Jawel. Oh! Je klonk weer eens een koe. Goed. Wat zag je eruit? Oké, dit gaat eventjes duren. Eventjes. Eventjes. Dat stomme ding moet ook nog vanzelf schakelen. Als ik nu vooruit rij en ik ga in één keer afremmen, dan liggen de zakken op de grond. Ja, je moet toch meer met gewicht gaan werken. Gewijken? Ja, ik ga hem niet in de stelling zetten, want ik heb niet heel erg vast ofzo. Oh. Die gaat echt rap. Shit. Ja. Ah. Slippen! Oeh! Oké. Okay. Oh shit, ik ben er alweer voorbij. Ja, het gaat heel rap, hè? Echt, hè? Dan gaan we hier naar links. Die staat mooi, hè? Oké, slay you! Neem je de ATV mee? Nee. Oh, wat ben je? Oké, ik neem het aangangetje wel mee. Ja, maar op dit kleine aangangetje kunnen we niet alle honing meenemen. Dus ik moet denk ik wel echt die grote meenemen. Kan wel. Kan goed.
Ja? Ja, ik moet het even met de hand uittrekken, hoor. Ik zit vast. Foei! Ah, oh, hebben we vandaag alle... Hé, hey, we moeten gewoon een ticket. Een one-use ticket per stream. Oh, dus met handje. Één keer handje ja. Ja. Ja, anders kregen we het dan niet uit. Ja, we moeten anders gewoon... Oh, shit. Anders op knooien. Nu kan ik nog wel in het veld staan. Het is net gezaaid. Aanhang heb je meegenomen al? Ja. Okay. Dan ga ik mijn trekker er wel even van wegzetten. Dat is wel handig, ja. Kun je even tussendoor als ik aan het inpakken ben. Dat gaat niet goed. Kun je mijn trekker wegzetten. Je kunt gewoon jouw trekker pakken. Pak hem mijn zwee. Zulke volvork op je. Dat klopt. Mag ook jouw trekker weg. Heb jij de ding staan op automatisch uitzetten, die trekker? Nee. Ook als ik in de trekker ga, dan... Ik zet hem uit. Nee, ik zet hem uit. Kost brandstof. En we hebben zo'n goede lening. Hebben we allemaal nodig. Achteruit rijden de dingen is wel een dingetje, first person. Ik zit tegen de stoel aan te kijken. Klopt, die kijkt er net niet omheen. Oh, dat is de verkeerde kant op. Goedemorgen. Oh, dat zag niemand. Dat was een beetje agressief. We hebben nou honing schuim. Schuim? Zo. Ja, ik was iets te hard aan het schudden. Hé, hoe zou ik ze erop zetten? Met de onderkant. Op de goede plek. Wat? Kunnen ze naast elkaar? Ja, vast wel. Maar 6 pellen. Ik zei 9, maar 6 hebben we dan. Zo. Oh ja. Oh ja, dit pelletje, het is inderdaad een iets klein karretje dan ik dacht. Iets naar achter. Heb je nog iets? Yes, we zitten precies in het midden. Oh. Nou, je zit met de... Ja. Hij zakt in de vloer. Nee. Moet leuk oppakken. Ja, als kom goed. Je hoeft niet op te pakken, laat hem staan, straks komen we goed. Easy. Easy peasy. Hier zet ik wel even uit. Zo. Nou, het is mooi opgeleid, maar de hoogte is de diepte die je gewoon niet kunt zien. Ja, fijn is dat, hè. Wat doen die kratjes gek? Zie je dat? Ja. Raar. Een bosje van batterij. En dan kun je dit soort ietsjes weer aan. Drukken. Zet je die op de spanbandjes? Ja, maar dit pallet... Hij is verschoven, hij gaat heel langzaam naar rechts heen op een of andere manier. Ik moet even iets aandrukken zo. Oh ja. Zeg maar stop. Ja, verder. Nog iets. Laten we maar. Verder. Stop maar. Oh, ik zal naar beneden doen. Nice. Staat goed? Ja, oh, bijna perfect. Er zat alleen heel ietsjes in het ding, maar shit. Ja. Nou, veel plezier met de rest. Nou. Ah, zet hem maar 6. Klopt. Dan zet ik voor ongeluk te trekken zelf uit. Push. Zo. Oeh. Zo. Dan we dat straks ook mooi hier gaan staan. De watertrailer staat nou mooi daar. Bij de schaapjes kijken. Wanneer kunnen we de wolf verkopen dan? Ik zal op moeten letten natuurlijk. Woelie. Wel eens nog 6 januari. Ja, dat gaat dus niet. Dom. Je achterste wil niet? Hij wil niet, bon. Omdat... April. Eieren in november. We kunnen bijna eieren verkopen. Ja. Eigenlijk moet je vanaf de andere kant... Het is gewoon van twee kanten die trailer pakken. Zo. Kunnen we wel schaapjes verkopen? Nee, de duurschaap is 700 op het moment.
We kunnen er nog 10 bij. Sparen. Wat sparen? Schaapjes. Oh ja, nee, ze is vermenigvuldigen zelf, dus. Maar de duurste die we hebben zijn 700 per stuk. Niemand zegt ook dat ik knipplicht aan heb staan. Van alles maar 2. Oh ja, we hebben van alles om 2 gekocht, ja. Eigenlijk moeten we dat eventjes gaan verversen en alles met 2 is wegdoen. Oh ja. We kunnen ze per 5 verkopen namelijk elke keer. We kunnen in ieder geval 8 stuks van 700 verkopen op het moment. Dat is wel nice. Zo, ik zit heel erg op je snel. Bij de kipjes kijken. ...386. Gaat nog goed. Smippel is trouwens de trekker. De kalle kan wel blijven liggen, dat komt wel goed. Ga ik de kipjes nog even voeren? We hadden als het goed is ergens... Oh nee, die hadden we uit de silo, hè? Kerst. Ja, kerst. Ja, kunnen we nou uit de silo halen? Hebben we dat nog, hoor? Nog maar 7000 liter, dus dat komt denk ik wel. Als ik me niet zoveel vreet. Ja. Oh, ik ga even hier een Spijnbandje opzetten. Spijnbandje. Spijnbandje. Oh, dan kan ik er nog even 2 bomen opzetten. Ja, dat ga ik doen. Doe ik eerst de schaap even voor nog een baal erbij. Oh, niet doen. Niet doen. Sticky. Zo. Pas, gas. Oh. Oh, kassen. Oh shit. Controle valt er nog. Met handen bedoel ik. 600 kilo. Oké, mooi. Schaap hebben we weer, man. Schep hem. We hebben ook aardig wat wol. Hebben we überhaupt een schep? Nee. Nee, hè? Nee, nog niet. Hebben we dit echt niet? Nee. Wat slecht. Nee. Nou, dan moet ik een schep. Oh. Moet ik een schep kopen? Nee, alleen steenrapers. Nou, gaat hij weer. Shop. Toppen. Oorlader. Nou, laatste kretje. Wat? Dat kon ik niet al wegbrengen, toch? Had je gekeken? Nee, nog niet. Januari, februari pas ergens. Oh. Dan zet ik hem wel bij de Kalken. Het is best. Ja, gewoon volgende laden laten staan. Kopen. Ja. Oké, gaat weer 1600 euro. Oh, kom niet van die lening af. Echt hè? Maar we moeten soms echt wat grote spul hebben hoor. Als dat inzaaien dan. Dat... Dan hoeven we niet zo vaak in te zaaien. Alhoewel, als we gras doen niet trouwens. Nee, als we gras doen niet. Nee, dan kun je blijven rollen. Dan moeten we wel een rol weer halen. Dat is ook weer 40.000. Maar het is wel 40.000 waard. Het komt er sneller bij dan dat het eraf gaat. Ja, maar... Kom, kijk dan. Maar dat we kunnen, toch niet, we kunnen alle... toch niet lenen, dus daarom. Nee, klopt. Maar anders moeten we gewoon eventjes een tijdje daar gras laten liggen. En dan kunnen we daar een beetje extra geld mee halen. Dus we hebben hier gewoon de lening af. Dat is eigenlijk het belangrijkste, de lening even weg is. Want dat kost ten eerste knallen met geld elke maand. Ja. Oeps. Oké. Mooi. Niemand gezien, hè? Niemand heeft dat gezien. Waarschijnlijk wel. Nee, niemand heeft gezien. Heel niemand. Dan ga ik kipjes voeren en dan moet ik stoppen. Dus, Nee. Ja. Ja. En jij dan helaas ook. Het is met de warm om de PC aan te laten staan. Spijt me. Vooral met een game draaiende. Klopt. Ik ga deze trekken voor mijn trekken.
moet allemaal net kunnen. Mooi. Hij staat nog droog. Ja, voor mensen die aan het kijken zijn, die denken van, hoe stuur je, hè, nog? En hoe loop je? We pedalen. Koppeling is achteruit, gas geeft vooruit. Sturen naar links en rechts lopen en met de muis kan ik kijken. Oeh, ik heb WRC rally heb ik laatst ingesteld op handschakel inclusief koppeling. Dat is best wel geinig. Het is gigantisch veel werk, maar het is gewoon met de H-shiften, weet je wel. En als je dan verkeerd schakelt, de koppeling niet gebruikt, valt de auto gewoon echt uit. Dus dat is wat chill. Oh. Ja, dat is lachen. Legitness. Nou, we hebben een schep. Heeft eindelijk aanhang en of lichting? Ha, grappig. Lichting? Ja, koplampjes. Koplampjes? Ja. Schijnt onder de ATV door. Oh, geen idee. Dat weet ik zo niet. We hebben ook nogal verstralen. Toch? Shit. Ja. Oh, netjes. Oh, geen gepakt. Oh, het toeter heb ik niet eens geprobeerd. Is die geinig, hè? Ja. Een iep iep? Iep iep? Oké. Oh, oh, de achterbandjes zijn aan het drift. Dat is een beetje zwaar. Ja, daar heb ik wel zand in. Misschien dat het asfalt beter gaat. Ik rem met een burn-out weg. Oh, hij stuurt heel groot. Hij is heel agressief geworden. Agressief geworden? Ja, de gewicht had erop... Maar ik kan nog wel. Ik ben bijna weer. Ik heb een hele lange remweg nou. Ja, dat kan. Ja, dat ding is sowieso een vrij lange remweg hoor. Een schuurbreedte. Was ook dit neer zo bij de kas of niet? Kijk maar. Ja, dacht ik dat. Hier past hier ook nog onder, hè? Onder het afdakje voor het gras in principe. Was ook nog een soort van. In theorie kan ik deze er gewoon onderhouden. Maar heetje, gaat door de steen neer. Oh, ja. Ja, ik zet hem. Nee, ik zet hem daar. Ik ga hier weg. Ga je weg. Als het goed is, kan ik dit redden zo. Yep. Gerst, start het. Zak gewoon in de grond hier. Is niet goed. Oh, de kipjes krijgen eindelijk te eten van. Oh! Van ons eigen spul. Dat ging. Oh, sorry, zet je toch al vast. Sorry. Ik merkte er serieus helemaal niks van. Ik zag zo niks hobbelen in de trekker. Ik dacht dat het allemaal goed ging. Dan ben je nog blij. Ja, lik serieus gewoon goed te gaan. Kipjes, aan de kant. Kijk de stream. Ik heb een band. Ik heb een lekker band. Oh, what the fuck? Dat is wel raar. Ja, nog. Gewicht vindt het toch niet zo heel leuk. Dan hoop ik wel dat het bij de kipjes komt en niet ervoor wordt gegooid. Ja, het gooit erbij. Mooi. Met deze. Hoppakee. Dit werkt, je moet alleen door de bosjes in rijden, weet je dat vast. Ze hebben 1200 liter voer. Zo. Oh, verkeerde kant. Oh, verkeerde kant. Verlichting gaat in één keer uit? Dat weet ik niet. Oh, ik heb geen aanganger meer en ik heb geen echte verlichting meer. Ja, ik zie wel stipjes, maar... Oké. Okay. Dat is wel raar. Is die mod niet helemaal ideaal? Nee, nou doet hij het wel. Oké. Okay. Ja, het is een mod, hè, dus dan gebeurt het soms. Nou, deze kan ik wel hier laten staan. Nee. Wacht, kijk, dit is een pin. Er mag geen roest op komen. Dan moeten we eigenlijk een mini-schuurtje verbouwen. Laten we eerst eventjes geld bewaren voor wat anders. Ik kan wel bouwen van de bomen die je weghaalt. Oh, hij is al leeg. Ja, mooi even kijken. Oh. Zo. Dus zover, ja, ATV. Ja, nu ligt die vork in de weg. Ah, die past nog wat tussen. Die uit. Die. Zo. Hoppakee. We hebben in ieder geval een schep nou, dus wel geinig, want volgens mij is dat een vrij standaard dingetje voor een boerderij om zo'n schep te hebben. We hebben hem nou pas.
Ja. Die stenenrapers kunnen eigenlijk ook verkocht worden, hè? Ja. Gelijk wel, ze hebben daar vanaf in ieder geval, dan ligt dat niet meer in de weg. Oh, dat spul, ja. Ja, die stenenrapers. Die! Verkopen! Soms hielpen ze nog wel. Eentje moet je laten. Too late. Ah, we hebben zo'n groot veld. Oké, dus de volgende stap is grote stenen rapen. Yep. Tenzij we het gras laten. Dan hebben we dat ook We doen eerst gewoon. Ze hebben het net al, ja. We laten gewoon eerst even gras. En dan komt het helemaal mooi. Heel veel centjes verdienen. Ja, hoeveel kost zo'n dingen zoeken weer? Mijn dingen? Ja, even kijken. Grasverzorging. Oh, grasroller. Ja, die moet nog een keertje hebben. Maar tot die tijd doe gewoon bemesten en dat komt goed. Dat was 24.000 of zo was dat alweer. Zo uit mijn hoofd in ieder geval. Ik ben schil. Klopt. Ah ja, dat is toch wel helemaal draag. Als die is niet duur. 26.000 maar. Oh, 26.000. Die helpt veel. Want die is gewoon 6 meter breed. Die uit. Lampen uit. Trekker uit. Hoppakee. Nou. We did a thing. Oh, verkeerde knop. We moeten wel die versus 20.000. Ja. Nog steeds dat saai gedeelte snap ik ook niet hoor. Saai gedeelte? Ja, je kunt een attachment voor saaien. Oh ja. RB. Dat is maar niet gelukt, ook in server niet. Maar we hebben een lading steen, die moet ik een keertje weghalen eigenlijk. Ik heb nog wat gezien, als je naar diverse gaat. Ja, hij is gewoon te verkopen, 50 euro per 1000 of zo. Cool. Ja, leuk karretje dit zo. Wat? Wel blij ben je dat ik dat gehaald heb dus, de ATV. Ja. Dat dacht ik al. Ja. De bedmobiel. Mooi baby shower. Ja. De babymobiel. Hey, trouwens, ga eens erin zitten. Kan niet. Oh. Dat is wel raar. Ja. Ik zat al zweren dat erbij stond dat hij ook met Nee, blijkbaar niet. Nou, helaas. Nee, hij zegt bij mij ook niet dat ik naar de bijrijdersstoel kan. Hè? Hij zegt bij mij ook niet dat ik naar de bijrijdersstoel kan. Ja. Dus inderdaad. Het is een fake stoel. Tja. Die zit er wel, maar zit... Hij was ook niet zo erg duur, de stroom. Ja. Ik heb het geld erin gemot en toen had ik hem. Ja. Ja. Anders was ik. Ik had nog iets meer. Wat is dat ding? Niet alleen. Dat wagentje was 17.750. De platte wagen was 3800 en de waterwagen was ook 3800. Dus daar heb ik allemaal tegen gecheaterd. Ons, ja. We waren toch al vier, dus erom. En wat is dat met dat night vision? Nachtzicht. Oh, dan kun je. Dan zie je s'nachts gewoon groen en dan heb je night vision. Gewoon, het is legit night vision. Dus. Maar we gaan toch ook in slaap als het donker is, dus is dat niet nodig. Ja. Ik had hem eigenlijk gedaan voor de zaklamp, maar die mod die doet, als je dat hebt, doet hij een beetje raar. Dus dan wil je bijvoorbeeld, ik weet niet meer precies wat het was, maar we iets doen met de zaklampknop en dan gaat hij heel andere dingen doen, zeg maar. Ja. Was toen iets mee. Ik zal even in de server even kijken hoe het, want in de server zit hij namelijk ook. Ja, even maar als je bij diverse, kijk, aanhang is diverse en dan heb je hier nou de Jawbreaker, de CR600. Even wachten, waar zeg je? Diverse. Dus aanhang het diverse, dus het... Ja, wacht. Bovenin. Helemaal bovenin, tweede rij. Diverse, ja. Ja, en dan helemaal naar achteren toe. Dan zie je de drie na de laatste. Ja? Ja, kalk maken. Ja. Jawbreaker, zo. Ja, maar je kunt er meer spul in douwen. Ah, ik zag het inderdaad, ja. Kun je volgens mij... je kunt van balen kun je weer losmaken. Oh, dat ja. Dat zie ik ook. Wanneer krijgen we trouwens wortels? Volgende maand. Deze maand? Volgende maand. Eind van deze maand. Eind van deze maand, volgens mij. Nieuwe DLC ding. Dus het spel hebben we in Nederland, maar de mod zorgt ervoor dat het nog steeds Engelse tekst wordt. Ja, omdat die mods door Engelsen gemaakt zijn. It's a shredder. 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 Oh, wat kun je nog meer doen? Huh? Oh, met band, zonder band. Oh ja.
je zonder band doet, komt hij er gewoon onder. Hij wordt niet duurder. Box creation. Wat? Krijg je gewoon kistjes met die zooi erin. Vet. Met belt gooit hij op een hoopje. Ja. Box creation plus belt. En dan gaat hij van de belt naar de box heen. Dus kan je wat makkelijker weghalen. Ja, dan hoef je niet iedere keer eronder. Ja. Anders komt hij er gewoon onder. Anders zie je zo'n klein trechtertje staan. Dus, Daar heb ik geen geld van. Langer niet. Ik wil bijna kop. Ik zijn hand. Ik ga hieruit zo. We hebben toch geen cashje, maar met 3000 is er dan. Klopt. Dus waarom niet? Het is 11 uur, dus ik moet stoppen. Ja. Thanks. Is goed. Was weer even gezellig. Even fijn. En volgende keer gaan we proberen wat langer weer. Misschien wat vroeger kunnen beginnen ook. Ja, nu wel. Want het stond vanochtend weer om 7 uur op voor de voeding van de kleinste. Ja, zie. Als je dan verder is niks met de kleine hoeft te doen, dan kunnen we misschien wat eerder beginnen ook. Even kijken. Ja, is goed. Ik zal het eerst nog even één stream laten staan. Is misschien leuk. Ja. 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 Oh ja. Ja. Dat is lang meer rennen. Dan weten ze bij mij ook waar je het over hebt. Dat zijn mijn vlaggetjes. Ja, ik kon geen OEF vinden, dus ik heb maar gewoon een roze trekker neergezet. Dus. Wat is de kenteken? Heb je de kenteken hiervan gedaan? Ik weet het niet eens. Ja. Oh ja, ook wel. Ja. Zo vind jij in. Dus, ja. Cool. Nee, is goed. Dan ik sluit mijn stream af en ja, ik spreek precies, jou zo nog gauw eventjes inderdaad. En dan, oh shit, ik sta even voor opa's trekken. Hè. Nou, dus, fijne maandag. Tot later, Smipley. Ja, fijne maandag. misschien tot straks nog, of wanneer dan ook. Ja, tot straks. Tot later, hè. Dag, Smipley. Nou, dat was het weer. Verkeerde knap. Hoe gaat die muziek ook weer op stil? Daar. Een mooi nieuw spul, een aanhangertje. Dat is gesmeerd. Een ATV heb ik als baby shower cadeautje voor Smipley gehaald. En een nieuwe watertrailer. Was meer water in 6000 liter. Je moest kutten met een kleine ding. 1000 liter. Hij lijkt een beetje ingezakt, maar is normaal altijd blijkbaar. Tja. Ik ga gewoon afsluiten. Ik ga naar de jubileumbeurs van NIBV heen. Dus, van de Airsoft Spotbond, Schietbond. Dus een feestje. Maatje oppikken. Maar dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor de geluidjes en dat soort dingen. En tot hopelijk de volgende keer. Het zal morgen moeten zijn. Dus toedeloo, doei!